Normaal gezien zou ik nu live moeten zijn. Normaal gezien wel. En ik ben nog steeds live, toch? Jazeker, was. Dames en heren, welkom terug in deze nieuwe GTA 5 Roleplay Zuiderveen livestream. Vandaag, dames en heren, wij doen Zuiderveen in GTA Roleplay 5M. Het gaat heel erg leuk. En vandaag gaan we nogmaals veel verdienen. Maar, we gaan andere dingen doen. We gaan niet meer beginnen, we gaan niet alleen met nog doen. Maar we gaan ook eens kijken of we ook geld kunnen gaan verdienen met, ik zei het niet graag, maar cocaïne. Dat is ook een ding. Kunnen we misschien ook gaan doen. We verdienen ook misschien meer geld. Dus daar gaan we zeker wel eens een keer proberen. Want ik heb gehoord dat dat wel kan. Dus een keer proberen of een keer gehoord dat dat eigenlijk mogelijk is of wij dat ook kunnen gaan doen. Even snel even mijn stream delen. Want ik zei het ook, de meldingen, ja. Dat is echt heel erg slecht, maar echt bijzonder slecht, maar echt super slecht. Dus om even snel mijn stream delen in mijn Discord-server, uiteraard. Zeker doen, zeker doen. Even snel delen ze, let's go. Zoeken deel ze, toppie. En is even ook gisteren voor de munten opstaan, de coins en de points. Is ook zeer erg belangrijk, uiteraard. Maar echt heel erg belangrijk, want anders is het een beetje moeilijk om munten te kunnen vragen, uiteraard. Heel erg moeilijk, natuurlijk. Is nu even aan het opstarten, denk ik. Even kijken wie er allemaal bij is. Hè. En welkom, dag Mattie. Welkom Matthias. Welkom Jelle. Welkom Kielan. Welkom Nora. Welkom Jaden. Welkom. Leuk om te komen kijken. De munten zijn ook aan nu trouwens. Eerst een momenteel aanzet. Toppie hoppie. Die zijn aan. Welkom naar Groene in Tenerife. Oh, leuk. Niet profielfoto. Niet profielfoto. Hoezo? Hoezo niet profielfoto? Nee, tuurlijk niet. Dat heb ik al lang, dat is al lang niet. Nee. Hoezo denk je dat? Niet profielfoto. Nee, hem niet aangepast hoor. Zeker niet. En zeker vlaggen ik wel, jongens. Heel erg lief zelfs. Nog maar 2 likes. Want ik heb met 2 accounts geliked. Zei dat niemand mee wil liken tegenwoordig. Heel spijtig. En wees er even ook een poll aanmaken, trouwens. Met de vraag van: heb je al geliked? Hoe lang live? Maat, laten we eerst live gaan of zo. Dat pas. Ik blijf ongeveer tot 5 uur, 5:30 live. En ook een avondstream, want ik kan toch avond live streamen. Allee, als nu een aantal kijkers goed zijn, want ik kan niet voor een paardenkop live streamen. Paralight met de vraag: ja, net gedaan. Ja, allang gedaan. Of, en ik kan nog toevoegen: nee, want ik ben dom. Oké, zeker vast. Yes, zeker vast. 100%. Maar hoe denk je dat, Nora, dat ik in die foto heb? Hoezo denk je dat? Of wat is. Of hoezo? Ik weet niet goed waarom je denkt. Even nog aanpassen. Tudun. Let's go. Oké, we gaan Fortnite. Dan kan ik nog eens afleiding hebben. Ik kan nog zien, maat, Fortnite. Het was niet heel denderend de afgelopen 2 streams van Fortnite. Eigenlijk echt belachelijk. Maar ja, het is niet mijn schuld natuurlijk. Nee, Fortnite was echt heel belachelijk de afgelopen 2 livestreams. Maar We zijn echt vertrokken. heel sad. Trouwens, geluk hè, Robin. Dag Alain trouwens. Hallo. Als moet jou. Zeker, Hey, zeker, top hè. zeker. Alain, Ja. hebben we een zakjes bij? We Zakjes. gaan lekker verkopen aan Hills. Gaan we nu meteen verkopen hè? Ja. Maar er was toch iemand die tegen jou zei dat jij Dat? geen Oh. 540 per zak moest voegen. Hoeveel? 540? 540? Iemand zei toch tegen u gisteren? Ja, maar Maar zo op Glenn het zei dat die eiland, gast hè? ligt. Zo op Ja, het op het eiland. eiland. Maar dan kun je met een boot voor hebben. We hebben geen boot. Maar ik kon toch meegaan? Zei hij. Ja, maar dat is nu te laat. Dat is nu te laat. En Vincent? Voor een Ik heb streams die niet duren maar een uurtje. Mattie. opbrengen of zo. Een uurtje. En de ene wel, ja, maar de custom stream was geen Bij uurtje. Hels. Maar dat was gewoon niet heel denderend. En, ja. Ik merk gewoon dat het niet meer echt de game is momenteel. En ja, het is moeilijk dan, hè, om dan de livestreamen. Let's go. Inderdaad, maar een uurtje. Ja, maar ja, excuseer, want ik was laat thuis. Hard gewerkt die dag. Was elke dag. Let's go, Alain. Een motor voor Wow. ons. Gaat echt mega traag. Die oude Maar man is ja, vandaag. Robin, niet Hoe rijdt u moeilijk. links? Dan moet je rechts rijden. En als je traag Het is rijdt. niet moeilijk bij zo'n trage Heb je scooter. niet een stoel? Ik heb niet een stoel, Rens. Ja, ik geef hem even Wat ding. nodig zeg. Ja,
Lief, hè. Zo'n flitser zijn. Ja, maar ik weet al ongeveer al zijn de flitser. Ik wist al zijn de flitser. Dat is echt wel nice. En zeker even like ook jongens. Neemt een like. We hebben echt absurd hard mee met liken. Thanks daarvoor. Zeker was even like. Eerlijk lief. Dankjewel. Nu is het niet meer zo lang. Nog maar één like. Nu zijn we nog wat wakker. Deze gast zit vast. Wat doet hij? Is vast met die trailer. Hey, joh. Sterkte. Heel veel sterkte. En die naar links gaan. Yo. Ja, volgens mij zijn ze er. Ah, ik weet niet hoor. Ja, ze zijn er. Ja, ze zijn er. Ik zie ze al. Eventjes. Wacht. Opstaan of wat? Ja, kan weer opstaan. Jongen. Oké, dan ga ik weer. Wacht, hè. Oh, nee, niet deze. Wat doe je? Ja, ik ga ervoor zorgen dat mensen niet bijkomen in de livestream. Ja, dat is het, Matty, dat is wel sad. Ik ben ook heel sad hoor. Maar dat is omdat je dat doorlopend aanstaan. Ja, dat is goed hè. Maar dan komt dat niet in de stream helaas. Echt wel spijtig. Maar thanks, Matty. Thanks, man. Dikke baas. Thanks voor de derde maand al. Thanks, Matty. Heel erg lief van jou. Dikke baas. Heel erg lief van jou. Ik heb geen telefoon natuurlijk. Even een telefoon dus om te koppen. Welkom naar Kotje. Welkom in Kotje. Welkom. Oh, hij is net klaar. Ja, hij komt eruit. Zeker flag, thanks. We hebben nog maar één flag. We namens 9 van de 10. Nee, dankjewel. Hey, alsjeblieft voorzichtig, Robin. Ja, ik doe het. Niet doodgaan. Ik sta hier nu mooi. Oké, mooi stoel, man. Hey, thanks, Cotier. Mijn vriend gekregen, de stoel. Die gast kwam naar binnen. Of die ging naar binnen. Mooi, hè? Ik weet niet wat ook een mooie stoel. Ik snap ook een spel. Ja, heel mooie stoel, hè. Vind ik echt een mooie stoel. Echt waar. Zit jij op de deep web online, of niet? Hè? Zit jij in de deep web? Nee. Oké. Ik kan je een brief sturen, maar. Vanavond Fall Guys. Ik kan nog zien, Cotier. Het zou wel kunnen op zich, man. Ja. Wow! Sorry, Alain. Ik heb een paraplu dan op die jongen. Zou dat een hel zijn of niet? Ja, yo, we hebben zakjes bij. Hoeveel? 154. Iemand die 154 zakjes inkoopt? Please wel. Porto. Toxic. Hopelijk koopt iemand dat. Bij wie leveren jullie normaal dan? Wij leveren altijd bij Hels, maar ik heb alleen geen. Bij Kees was de vorige keer. Kees. Hey, lekker Gautier. Nee, maar volgens mij is er niemand aanwezig. Ja, ik zag wel net iemand naar binnen lopen. Ja, dat wel. Welke auto? Ja, gewoon een persoon. Een auto, gewoon echt een persoon naar binnen. Er is ook een busje daar. Dat is Pedro. Bent u van Hels of. Hels Friends, man. Ik kan gewoon wassen en ik kan zakjes aannemen. En nu, ja, ik kan wel zakjes aannemen, dat kan wel. Oké, okay. Rijden we naar binnen? Maar mijn muur zit op het terrein en het hek is dicht en ik heb geen sleutel. Hij heeft natuurlijk geen sleutel. Iemand op het terrein? Er was wel iemand binnen daarnet. Dat was, ik zag iemand naar binnen lopen. Dat wel. Ik ga even Pedro bellen voor je. Doe, kan je die poort even opengooien? Er staat mensen met het zakje, dus kan ik even aannemen. Oké. Okay. Ook weer nog maar 9 likes van dames neer voor de 20. Dat kan ik wel zeker doen. Ja. Heel lief. Ik ga nu wel die had ook een zakje Zuga. Hé, hey, top. Hoppa. Kom maar, kom maar op terrein. Nee, pas op, jongen. Dikke vrachtwagen komt er ook aan. Oh, pas op! Oh, joh. Yo, dat is joh. Ik heb dat hij tegen ging rijden. Ik ook, joh. Ah, dat kunnen wij doen, hè? Hoeveel hebben jullie? 154 voor 300 euro normaal gezien, altijd. Ja, dat klopt. 104. Die kunnen jullie alvast even inladen. Ik heb hoeveel meneer? Oké. Ik heb 105. Hi. 105.
Kan je even je auto openen? Kan ik even checken. Ik heb nog 30 in mijn broekzak. Nu ze alles gaan stelen zoals erin zit. Okay, op zich zit er 10 in, op zich kan ik wel stelen, hè? 10? Op zich wel. Ik heb niet zoveel. What the fuck? Ja, 10 zakjes. Ik heb geen mefzakjes gepakt. Kun ook je Nederlandse wedstrijd gaan doen voor 10 zakjes, dus ik kan niet doen. Dat zou, nee, het zou kunnen. Het zou wel kunnen op zich. What the fuck, ik kan ook niet pakken. Hup. Zo. Hup. Nog 4. Nog 4? Dan ga ik die pakken. Ik heb ze gepakt. Oh. Wat krijg je? Dat gaat toch redelijk veel zijn. Dat gaat echt redelijk echt veel zijn. Oh, ik heb er nog. Oké, 154 hadden jullie. Ja, maar aan mij gestort worden. ID is 1045. Ik heb er nog. En niet meer. Even kijken. Ja, dat klopt. 134 zei je? Nee, 154. Wacht op, ik heb nog 10. Oh, wacht even. Wacht, nee, kun je nog de koffer nog even openstellen? Ja, staat ook. Ik ga even in mijn auto kijken. Voorwerp inladen. Ja, ik heb er nog 10. Ja, dat klopt, want anders kwam het niet goed uit. Ik had er nog. 164 dan, hè? Ja, 164. Nee, ik had er nog 10 in mijn dingen zitten. Ah, oké, dan was het 154 dan toch, ja. 154 keer 300. Ik heb geen idee, ik had geen. Kaartjes. En ID is 1045. En welkom, dag Jor, welkom hè Jor. Dus moet je maken. Winnen? Ja, aan kregen. 42k. 46k. Ah, 6, oh. Hey, top. Dankjewel. Alsjeblieft, jongen. Hey, verder dag, verder nog. Later, fijne avond nog. Fijne avond. Fijne avond. Goed niet, hè, jongens. Ik kan jou uitwisselen. Ja, oké. Paté. Dim moet wel open. Pedro. Ik was dat stil. Jeroen of Neil. Tijdens het lijken trouwens, ik heb een nieuw Chromebook. Oh, nice, Jorre. Hey, nice. Ja. Dankjewel, op een avond nog. Jij had een gehaaltje? Ja. Maar het was, hoeveel was het nu? 46k. 46k, oké. Dan is in totaal, dan moet jij dan... 23. Ja. Oh, ik had het niet gezien, joh. Ik had het echt niet gezien. Ah, ik snap het. Hoeveel? 23. 23. Ja. 23? Ah, ja, hè. Kun je tellen? Wat is dat van 46? 23? 230. Dus 23.000 euro. Ah, oké. Okay. Ja, maar ik dacht al. Oké, 23, ja. Niet 23, jongen. Ja, dat is één net. Nee, ik zei 23. Oh, maar ik heb geen telefoon. Er is een nieuwe telefoon gekopen. Oh my god. Ja, ik ben doodgereden gisteren, hè. Ja. Iemand die geband wordt. Kun je tellen? Ja, maar ik kan tellen. Ja, maar ik dacht dat hij 32 zei. Dan meen je dat ik in de war was. Yo. Maar ik heb een telefoon, even een nieuwe telefoon kopen. 1000 euro. Ik heb bijna zo vaak een telefoon moeten kopen, hè. Mij ook wel redelijk wat. Oh, echt sad. Maar hij wordt toch geband. Woe. Beter wel, hoor. Ja, hij gaat geband worden. Ze zijn met ticket bezig. Ik heb alle clips erbij gezet, alle uitleg. Hij wordt verbannen. Of ik nu wel een perm ben, want de vorige keer was het maar een 2 dagen of zo, denk ik. Oh, wow. Maar ja, dat is ook eerst waarschuwing en zo. En ja. Dus ik kun niet meteen een perm ben krijgen, denk ik. Denk ik. Meneer, gevaarlijk! Bent u gek? Bijna aangereden. Maar was hem aanrijd trouwens? Oh, dat nee, doe ik niet. Wat de hel? Dit is een man. Oh, sorry. Zeg. Oké, wacht, Ruby, kijken. Ja? Ik, wacht, ik ga iets privé sturen. Nee, hij doet niet geband. Oh. Ja, hij rijdt tegen mij aan. Ik heb voor. Ah, hij komt eraan. Oké, we toch een lege bus. Of kan hij niet meer rijden? Hij kan niet meer rijden, denk ik. Ja, hij is zijn probleem hoor. Hij rijdt tegen mij aan. Dan moest hij maar. Wacht. Het is een man. Ah. Hij komt eraan. Honden. En hij moet ons op slop. Ben je geflitst, honden? Nee, shit, ga weg. Okay. Zet ergens om de hoek en doe je motor uit. Doe licht al uit. Ja, niet de lichten. Zet je hierin. Stel. Hier, welke axel? Zet je motor uit.
Nou, dat hoort toch niet, dat hoort toch niet. Maar kijk, nu is NatBV. En ik vind het wel knap hoe dat die gast zich klem heeft gereden. Nee, hij is weg, zie je niet meer. Hij is weg. Hey, welkom naar Axel. Hey, Axel, welkom. Hey, welkom Axel. Ik kijk straks eens PV en dan moet je eens kijken hoe dat die gast zich klem heeft gereden. Is goed, is goed. Zal ik doen. Even een dingetje kopen. Ik wacht al even hier. Ja, ik hoop het. In de mooie auto. Echt, hè? Campus. Yo. En maar veel plezier alvast, hè. Oh, daar is die, of niet? Ik kan niet die deur. Ik kan niet door. Zware deur. Oké. Okay. Ja, hallo. Ben je Mongool of zo? Oscar, nee, ga niet naar buiten, gaf. Meneer, doe eens niet zo irritant, dank je wel. Waarom crash jij en rijd je door? Ben je Mongool of zo? Meneer, u crasht tegen mij aan. Ik heb geen waarom rijd je dan verder? Ik heb geen tijd hiervoor, sorry. Liefo, je rijdt in de speedo, moet ik jou serieus nemen? Ik heb afspraken. Ga niet zo voor de deur staan. Nee, wacht. Meneer, ga niet zo voor de deur staan, dank je wel. Dat mag niet. Wat doet u? Wat is er? Wat is het probleem? Ja, hij is aan me tegen. Hij rijdt gewoon verder. Wat is het probleem? Meneer, doe is niet zo irritant, dank je wel. Wacht even, wat is het probleem? Meneer, wat is het probleem? Wat is het probleem? Hij slaat me zomaar. Lekker voor je, moet huilen. Skip. Oh, mega. Jongens, doe eens rustig. Wat is jullie probleem? Alleen, bel Vincent. Ben Vincent. Ik heb een doggo, broer. Meneer, doe gewoon normaal. Doe eens rustig, joh. Je wordt geklapt, jouw mat, die helpt je niet eens. Wacht even. Als een doggo ligt op de grond. Ai, nou, daar ga je dan. Ai, nou, verkeerde. Alleen, stap uit. Oh, mijn god. Ga jij rijden. En instappen. Oh mijn god. Rij jij. Kom, weg hier. Voor. Ja, maar ik wil wel rijden. Doei. Wat een noob, jongen. Die gast is dood, hè. Ja, ey. Een ruim mij. Oké, blijf rijden, want ze gaan ons achtervolgen, denk ik. Man, ik ben half hartje. Ja, ze komt eraan. Blijven rijden. Heb je een telefoon zo gekocht? Ja, weggeschoten, ja. Dat ik een schoot en wij deden. Ga naar de politie, bro. Wat yo, dikke sleep. Wat yo. Ga naar de politie, bro. Kom. Dat kunnen ze niet doen. Wat is het probleem, jongen? Mijn vader. Doe voor leuk, joh. Wat is zo moeilijk aan leuk doen? Dat mag je niet eens, hè, wat je doet. Mattie, jij rijdt tegen mij aan. U rijdt tegen mij aan, meneer. Hou je bek, man. U rijdt tegen mij aan. Hou je bek, man. Doe, hou het zelf. Je top. Yo, bro. Er zit toch niks in. En dat mag niet eens wat je doet, hè. Het mag niet eens. Ik ben aan het bodycammen, hè. Je wordt geband, hè. Yo, bro, ik zou hem klappen, man. Wat heb ik gepakt, man? Dat weet ik niet, maar het gaat zo met mijn kofferbak neuzen. Dat mag niet. Heb ik wat gepakt? Dat zie ik toch niet. Yo, bro. Ik zou hem klappen. Was alleen trouwens. Het tak echt stoer, man. Ja, hij rijdt tegen mij aan. U rijdt tegen mij aan. Hij rijdt tegen mij aan. Oh mijn god, joh. Wat is er? Wat is gebeurd dan? Yo, bro. Was alleen trouwens? Yo, bro, wat is gebeurd? Je moet snel iets doen, toch? Waarom sta je nu voor het politiebureau? Ja, wij staan niet, want we hebben bang voor jou, sorry. Waarom ben je bang voor mij, mijn god? Je wil aanrijden. Red me onver, u slaagt mij. Slaag mij. Yo, RS6. Waar is Alain? Heb je niet een bus? Ja, niet een bus. Bro, ben je met de auto? Yo, neef. Kan je me niet even helpen met een beetje toekom maken? Je weet toch, ik ben pas net in die game ook, man. Stap in. Ik heb mijn eigen opa niet ook, hè. Oh, ja, toch. What the fuck, man. Maar ze kan nog één keer zien, schiet Kim Moer, ja? Is goed. Zo. Wat een gast, jongen. Oh, please had dat letterlijk daarachter, maar yo. Ja, ik ga nog die pijkertje kopen. Wat ga je doen? Maar hij komt eraan. Ah nee, hij gaat verder. Wat ga je doen? Nee, een pijkertje, want hij is bijna... Voor de zekerheid ga ik nog eentje kopen. Ja, maar ik zal wel naar AMB gaan. Oké. Maar kijk me dan, ik heb een half hartje. Oh ja, half hartje. Heus, kan ik er niet in. Kan je niet rijden met half hartje? Ja. Ah, ik dacht al. Ik meestal ook altijd dat met een half hartje.
Maar wat is een probleem, jongen? Wat joh? Jij rijdt een foto in mij aan, of niet? Ja, wacht, je kan dat dus zien, wacht. Hij niet in mij aanrijden. Oké, we gaan even eerst naar de AMB. Naar het ziekenhuis gaan, ja, naar het ziekenhuis gaan, ja, ik weet het. Maar eerst naar AMB gaan, want als mijn auto uitvalt... Oh, Bart, hier is flitser, denk ik. Was het Victor? Nee, andere, maar... Hij gaat tegen mij aanrijden. En dan is van, ja, hij rijdt tegen mij aan en hij gaat tegen mij doodslagen en zo. Ja, pff. Ja, je zag het ook. Ja, ja oké, okay, we reden... Okay, ja. Wij reden rechtdoor. Nee, en nee, zij ook. Moeten eigenlijk stoppen. Zij nee. Moesten stoppen. Ja, ik weet het niet meer, maar... En hij rijdt eigenlijk vol tegen jou, voorkant aan. Ja, er was het ziekenhuis gaan, voor zekerheid. Maar volgens mij ja. Het is maar een rood lampje, hè. Pas als die gaat pinken, dan gaat hij echt uitvallen. Ziekenhuis, je doet de ANWB. Ja, maar ik heb half hartstikke, zij is in het ziekenhuis gaan. Ah ja, is goed. Thanks jongens, thanks voor het lagen, ik wil, thank you. Zeker like, abonneren, delen, thanks daarvoor. Stop, Robin. Oh. Heel erg lief, dankjewel. De mic luider, man. Gevaarlijk met jou. De mic luider, zo Lars. Hoezo is mijn mic niet luid genoeg? Eerst wat ik daarvan hoor, mijn mic niet luid genoeg is. Mensen, nog mensen last van? Mijn deur kapot, ja, alleen heeft hij eraf gedaan. Wel prongelijk. Video aan die man, video aan die man. Alsjeblieft, rij maar. Is die druk, jongen, hoor. Die had dat? Geen idee. Ah, Gent is dood. Even kijken, want hij heeft wel mijn dingen zitten. Wacht, hè. Ah, ja, hij is niets uitgehaald, oké. Okay. Maar het is perfect, ja, daarom. De ruimte van Fortnite is 100 keer harder dan jouw stem, man. Lars, dan moet je misschien jouw Fortnite-geluid zetten, te maat. Wat doe je nu onlogisch? Waarom vechten ze? Wat doen ze? Wat doen deze mensen? Oh. Wauw. Wat doet hij? Wat doet deze gast? Waarom is hij aan doodslagen? Oké. Okay. Je moet je mic aanzetten. Axel zegt het ook. Wie is Axel? Maar. Doe je mic luiden, maar waarom dan? Ik zou voor mijn eigen streams luisteren. Maar. Is dat toch gewoon normaal, Mike? Zet jij dan misschien jouw Fortnite wat zachter of zo? Ik weet niet goed wat het probleem is. Zet jij dan je Fortnite geluid dan zachter? Als dan ik mijn mic geluiden moet zetten. Ja, daarom. Niemand zegt er van, hey, zet je mic luiden, behalve hun. Maar dat ben ik eigenlijk. Ik ben helemaal verkeerd, of niet? Nee, ik moet ineens zijn. Op 1% van de 100, dat is niet waar, Lars. Laat zet het gewoon je Fortnite uit of zo. Is het hier dan? Staat mijn naam daar? Waar staat je naam, Bart? Yo, wat is hier aan de hand, joh? Hey, mijn auto is weg! Hey, mijn auto is gestolen! Waar is mijn auto naartoe? Als het dan het waard... Ah, maar joh, dat kan niet waard. Waar is mijn auto naartoe dan hier? Mijn auto is gestolen. Waar is Alain? Waar is Alain? Dat is Alain niet. Alain? Nee. Waar is Alain? Hier, welkom. Dag, Jack. Hey, Jack. Hey, welkom, maat. Welkom. Hey, ik heb verlaagd. Thank you. Waar is mijn auto? En waar is Alain? Ja, het zou kunnen, Matthias, maar... Hoezo? De busje is gestolen. Ja, waar is zijn busje? Hij is gestolen. Hoezo dan? Wacht even. Ja, bedankt. Wat doe je, maat? Slaam dood. Checkt. Ja, ah ja, bedankt. Ja, meneer, u gaat mij slagen, sorry hoor, maar... U gaat mij opeens slagen voor enkele reden. Ja, nice, hij busjes gestolen. Zit daar zakjes in, jongen. Zit een kapitaal zakjes in. Een kapitaal zakjes, hè. Stilt die man jouw busje opeens? Maar wie dan? Ik zal het even eens checken. Ja, ik had het ook niet op slot gedaan, denk ik. Live. Ja, maar ik had die... Ah, sad. Hoe kan je busjes dan terugkrijgen dan? Ik vraag misschien aan die mensen hier. Uit een garage dan zeker niet. Hallo. Is dat niet uit een garage dan?
Ja, ze hebben mijn bussen gestolen. Ja. Kom naar blokkenpark, ik kan naar blokkenpark. We gaan naar blokkenpark, Alain. Ja, is dat hier ver? Nee, dat is gewoon rechtdoor lopen. Ah, okay. Dat ik mijn auto laat respawnen. Mijn bus is gewoon gestolen, jongen. Mijn zak zit erin. Mijn zakje zit er nog in, hè. Mijn zakjes. Dat is echt sad. Je moet toch roleplayen. Moet je naar de politie of zo? Nee, politie is nooit niet aanwezig daar. Politie. Wat gaat echt stil? Maar Axel, dan moet je geluid. Zet je geluid luider. En jullie twee hebben geen geluid. Oh. Wat is er? Ja, nee. Heb jij een auto eigenlijk? Ik heb een auto, ja. Ja, zou ik een lift mogen nemen? Niet met het slaagje. Ja, dat was een i5. Man, dat is geen i5. Oh, oh. Oké, sorry. Waar is Alain nu weer dan? Hij gaat altijd weg, hè? Nice, Victor weer. Bobby, ik ben hier. Stap in, stap dat in. Dat is Victor stap weer, jongen. Wat een gastmaat. Gast, die Victor heeft toch zo geen leven, man. Ja, ik zag hem. Oh. Dat is toch ongelooflijk, die Victor. Man. Weer expres aanrijden en doodrijden. Man. Is dat niet jouw aanhanger? Waar? Ja, dat is die van mij. Nice. Maar ik heb mijn auto respannen, wacht, hè. Oh. Hey, daar hier. Okay. Dat is weer die Victor, hè. Dat die reinkomt, dat is toch echt je leven of zo, jongen. Kijk hem dan. Kijk hem daar aan het rijden. Nou, net niet aan Robby, kijk mij. Hij staat op het eiland. Hij staat op het eiland, mijn voertuig, zegt hij. Het eiland? Op het eiland. Stap op. Wat? Staat op het eiland, zegt hij. Kom. Ga naar het eiland. Ja, hoe we op het eiland dan geraken dan? Pas op voor Victor, want die rijdt hier. Zijn even een makker? Ik weet het eiland niet zo goed zijn. Ja, maar ik weet ook het eiland niet zijn. Maak misschien aan deze manier. Aan het op, hè. Stop, komt eraan. Red door. Victor komt eraan. Alain, ga naar rechts. Alain, red door. Achter ons. Ella, toch echt je leven, maat. Victor, met je ID. Jongen. Victor, leef jij nog? Kom. Ja, komt hij. Ga eraf voor me. Nice. Ja, mis, wat een noob. Kijk hem dan, jongen. Wai, yo. Oh, wij zoeken leven, Victor. Echt, hè, maat. Hij komt. Nee, ga niet. Ga er in die dingen, daar kan hij nooit doorheen. Wij zijn super traag, deze bronnen. Ja, waarom hebben we deze gepakt? 85, jongen. Waarom pak je in je auto? Ja, ik heb mijn auto terug erin gezet, dat is niet slim. Ja. Ja, nee, ik ga terug naar het blokkenpark. Ga terug. Dan kunnen die auto nog gaan pakken, stel. Victor, je bent fucking slecht. Wat, joh? Ik weet dat je niks kan. Victor, doe normaal wat je bent, jongen. Pak zijn ID. Ga terug, ik kan dat niet zien. Oké, okay, ID 1403, ja, ik heb het. Top, Alain, top. Victor, ik heb je ID. Ik kan niks, Victor. Ik kan niks. Je wordt eigenlijk ook de band, Victor. Je bent. 1403 wordt de band, Victortje. Ik ga het proberen. Shit, man, ik word geband in een game. Shit, boys. Hoe zielig, jongen. Shit, echt. Man, ik word geband in een game. Fuck, man. Nu ga ik zelfwoord gaan plegen. Wacht, laat me gaan. Ja, doe maar. Shit. Ik kan toch niet. Wat ga je doen? Stap dan uit, Victor. Stap dan uit. Wat ga je doen dan? Stap dan uit, Victor. Uitstappen. Ik zit lekker warm in de X5. Jullie staan hier recht. Victor, doe dan. Maar zo hebben we toch een ID. Zijn die was toch 1403, hè? 1403. Ja. Maar dat is hij ook, Kielan. Maar ja, jongen, echt. Toch echt geen leven, maat. Echt schandalig. Kom maar vanuit, jongen. Ja, kom. Dan zullen ze opwachten. Gaat ze opwachten, hè? Ja, hij staat hier waarschijnlijk. Ik heb één naar staf gestuurd, hoor, zijn ID. Ja, toch, hij staat hier sowieso ergens om de hoek. Maar ga terug naar Blokkenpark, want daar staat een snelle auto.
Hij vertrouwt niet helemaal. Cool. Ik rol in voor, ga wacht, hè. Oké, dat is een Coolblubus, oké. Oké, dit ding is oprecht traag. Er rijdt 84, rijdt hij. Dat is echt niet snel. Dat is het probleem, ja. Victor heeft niemand. Hij is ook helemaal alleen, hè. Ja, maar daarom. Geen gang, geen vrienden. Hij heeft niemand. Ah, hij is geband! Ja! Ah, sukkel! Hij is geband! Ja, ik ken net van de staf door. Hij is geband. Oh, mijn hartstikke is echt te bij. Even naar het ziekenhuis gaan. Ik doorzuig mijn fucking ballen. Even naar het ziekenhuis gaan. Ja, jongen. Wat bereikt hij ook, jongen? Het waar ziekenhuis nu weer? Dat is eentje. Oh, oh, joh. Pas op, hè. Ja, als je bent, ik ken net terug van, stap door. Wacht even, meneer. Wat was het tegen ons? Volgens mij wel. Essig? Hallo? Ik heb een vrachtwagenrijbewijs. Oh, wanneer? Oh, nee, sorry nee. Dat tegen ons dat was. Checken, sorry, en hij heeft een vrachtwagenrijbewijs. Kan hij dan? Maar met een ander account kan hij niet scopen. Makelaar zetten. Lars, ik ga wel gewoon te mout geven. Lars, hoor ik dan doen? Hij had echt maar 84, jongen. Het echt traag. Ja. Oh, joh. Sorry. Ja, rechts, alsjeblieft, rij rechts. Ja, nee, maar met deze scooter kan je niet sneller gaan, hè. Kan je geen flitsers of geen mens, ja, daarom. Hé, hey, welkom, nachtjes. Hey, welkom. Jij gaat in mijn busje. Ja. Maar waar is een bus nu eigenlijk al, hè? Yo, doe rustig. Past. Ik moet daar weg. Deze is super held, komt jullie wel helpen, wat ze ja, vinden. Kijk, ik praat even. Oké, okay, even terug dingen. Ja, ik weet het, Mattie, ik weet het. Ik geef een vraag of je perm bij mij heeft gekregen. Ik doodstijden de hele tijd. Dan komt, Victor, heb je altijd... Ja, hij heeft perm bij hem. Ja, ze heeft perm met de bam. Top. Heel erg bedankt. Ja, top, heeft een purmbam. Luister, ja, kijk dat busje. Hij heeft een purmbam alleen. Ik niet, ik heb gewoon dit fight gewonnen. Waar ben ik opeens? Op een operatiekamer, maar yo. En wat daarom, hè, Matthias? Als je. Echt, echt. Ah, wat? Jongen, wat een busje eigenlijk, hè? Het is gewoon echt gewoon een busje, hè? Nee, neem hem niet mee! Neem hem niet mee! Wacht even, chef. Alleen je motor! Ja, wacht even. Ik ga welk alleen? Oh, hier is je motor. Ik krijg ook OT, ja, ik ga wel even hier staan. Hij heeft 9 bpm, hij is niet meer te redden. Hé, bro, luister, als je het er niet mee eens bent, ik heb een bodycam. Ja, fik dat als een blok, hè. We gaan daar echt mee. Dan pakken we de auto daar. Yo, dat is luid dat die praten. Ja, kijk, één keer proberen met mijn. Ja, met dat ding. Hoe kun je eigenlijk een wheelie doen? Een wheelie, weet je dat? Dat is 5. Wil je dus 5? Ik doe 5, dat werkt niet. Ja, dat kan je dan niet meer doen. Ah, wel! Yo! Hier links, op hier links. Oké. Okay. Ik pak wel mijn auto hier even. Oké, hopelijk kan het wel werken. Voertuig terug. Ik betaal steeds 100k, hè. Ja, wauw. Nee, hij is echt gewoon weg. Ja, hij is op het eiland, zegt hij. Je kunt dat vragen, mensen. Maar hoe kan dat dan? Tudun, tun, 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 tun. Wacht, het eiland. Oh, maar wacht, volgens mij weet. Wacht. Het is toch gewoon hier? Ik weet echt niet, wacht, hè, ja. Het is toch hier? Ja, het bestaat steeds 1000, hè. Op je mopjes? Ja, dan heb je een helikopter nodig, of een boot of zo, hè, of een vliegtuig. Ja, maar Rob, ik kan je gewoon dan. Reloggen. Ah, ik moet reloggen, zegt iemand, toch? Ik heb reloggen dan alleen. Ja, is goed, doe maar. Ah, ik heb reloggen. Oh, thanks, Peach, thanks, maat. Held. Oké, ben direct terug, hè? Ja, ja. Oké, even naar. Hey, thanks, Peach. Als dat werkt, top. Maar het ding was, iemand ging het ziekenhuis, want ja, we werden aangereden. Aan het ziekenhuis. Opeens stelt iemand onze bus. Nee, 100k. Ik zeg 100k, ik bedoel 1000k. 1000 euro. Maar dat is ook veel 1000 euro, hè? Oké, even opstarten van een momentje. Thanks voor het liken. Ik wil trouwens, jongens, meisjes, thanks voor het liken. We hebben nog maar 10 likes, doen, dames en heren, voor de 30 likes. En ook, eens kijken, hey, lekker, nog maar 2 subs, doen, dames en heren, 8480. En nog 28, nee, sorry, nog maar 22 subs nodig voor de...
Zijn het eens voor de 12 uur stream. Ja, 12 uur stream. Heel insane. Hey, top, dankjewel, Big. Welkom in de stad. De stad Zuiderveen. Heb jij het in om iets te alleen als hij eruit gaat. Ah, oké. Okay. Ah, top, thanks, Big. Thanks. Ah ja, we moeten alleen zijn brief ook bekijken. Sad voor jou. Maar goed, jongens, Victor is nu geband. Allee, permanent geband, dus ga niet meer geunband worden, Victor. Dat is echt heel nice, ben ik blij, want... Ik vind het ook gewoon triestig voor hem, hè. Dat is ook, ik vind het ook gewoon echt triestig voor hem. Yo, ben terug. Oké, okay, even een blokken park en hopelijk kun je dan verder doen. Ja, I hope. We zijn ook een half uur al bezig. Oh, zo. Sorry, mijn excuses. Wie is Victor? Ja, die haat er, die anderhalf jaar haat. Dat is Scooter. En elke game, probeert te grieven. Maar hij is nu geband voor altijd. De politie heet hier. Dat is top, hè. Ja, maakt toch niet uit. Yo. Oké, okay, weer 1000 euro betalen. Ik ben al 3k kwijt. Allee, hup. Kan je instappen? Oh, wacht. Ah, jawel, nu wel. Op waar geband? Op waar hem geband? Allee, op... de server bent. Goed uit terug. Ja, top. Heb ik Groningen? Nee, ik speel alleen Zuiderveen. Ik heb al Groningen gespeeld, maar nu speel ik Zuiderveen. Top. Hij moet er nog steeds het bedrag over maken, hè? De wat? Het bedrag. Ah ja, juist. Hoeveel was het nu weer? 23k, maar okay. Doe maar 22k. Oké. Okay. Nee, 23k, niet 20k. mijn ID, als je wilt weten, is 1067. 1067, hè? 1067. Ja. Ja. Top. Let's go. 3 partner. Let's go. En nu verder plukken. Echt hoor. Maar we kunnen ook cocaïne doen. Cocaïne. Dat kan ook, hè. Cocaïne? Ja, dat bestaat ook, hè. Oh, dat wist je niet. Ja, dat kan. Oh. Waar kan je dan cocaïne plukken dan? Ik weet niet juist waar, maar ik kan misschien iemand bellen. Hey, nice, Laurens. Wat heb je gedaan? Ja, gewoon grieven. Hij ging me aanrijden, doodrijden en zo. Maar nu zie je bent voor altijd. Ah, is op het eiland blijkbaar. Ah, oké, okay, laat maar. Hallo? Hallo? Nee, ik word gebeld. Ai, oh joh. Wie is Nee, je stembanden staan niet aan. Ik ben nog niet geband trouwens, maar joh. Of gebeld. Ja. Ik ben ook pas graag. We altijd gebeld om aangezien. Verdiend, ja, sowieso verdiend. Ja, hij zit al ben... Hoe lang zit hij al te haten? Echt al lang, ja, hij zit te haten. Ik moet zielig voor hemzelf, maar ja. Let's go. Oké, ik heb nu 40k, dus oké. Okay. Akok heeft 3 locaties, 2 op vasteland, 1 op het eiland, is altijd maar 1 actief of allemaal een half uur niet. Ah. En is dat voordeliger kook dan zakjes of niet? Want ik wil echt wel goed geld verdienen, echt goed geld. Dat is wel echt de bedoeling. Hey, welkom, dag Gerrit. Hey, welkom, dag Gerrit. Leuk dat je kijkt. Zeker lage tijdens daarvoor, we hebben nog maar 1 gesproken, dames en heren, voor de 30, dankjewel. Hallo? Hallo? Alleen op het eiland? We kunnen op het eiland dan geraken, we hebben geen boot. Een boot, hè? Hoeveel kost een boot eigenlijk? Ik moet even kijken. Ja, dat kost ook zoveel een boot, hè, dat ga ik nooit niet kunnen kopen. Ah, oké, okay, ja. Allee, nooit, allee, ooit wel, maar. Dat is heel veel geld gaan verdienen. Misschien een overval plegen, hè? Overval? Mm. Oh, politie. Ja, iemand die heel ver zit in roleplay. Pas op, politie achter ons. Ja. Yo, welkom naar Aiden. Maar die gast zegt dus, als je op naar het eiland gaat, dat je vaak geript wordt. Ja, waarschijnlijk, ja. Dat is, je mag scannen met zakjes, hè? Alleen met illegale dingen, dus. Ja, ja. Hij moet ook echt iemand kunnen scannen, eigenlijk, hè? Eigenlijk wel, hè, met zakjes. Hij moet echt iemand echt kunnen scannen. Zoals, allee, dat we zeggen van ja, ik koop zakjes en dan gewoon echt wegrijden ofzo.
echt weg. Maar dat mag toch echt niet? Dat weet ik niet. Ik denk dat dat mag, want je mag scannen met zakjes, maar ik ben niet zeker dat dat... Want bij Glenn, weet je wat Glenn's gebeurt? Ja, maar die ging scannen, maar dan... Plop! Oh. Blijf staan, blijf staan. Sorry man. Ik kon niet meer remmen. Nee, hij gaat weg. Heb je wapens op mesje? Nee, hebben niet. Maar Glenn had een volle camion. Hij is gewoon gescamd, dus mag dat dan wel, denk ik. Ik denk wel dat dat mag dan. Als die gast die geband is, dan mag dat gewoon, ja. Ja. Maar ik ben ook in stof voor het scammen, snap je? Ik kan ze niet zo wegrijden en dan zo. Ja, ik kan dat niet eigenlijk. Maar ik wil dat. Eigenlijk is dat wel bedoeling, maar. Alleen ja, bedoeling. Maar ik heb nog steeds. Wat is die. Die Lucky Wheel ticket? Moet je naar een casino gaan? Dat staat zeg maar. Ik kan dan niet. Dan kun je een lot als een beetje loterij winnen. Dat gaan ze meteen doen dan. Alleen gaan ze meteen doen. Ah ja, oké, ja. Nee, sowieso niet weg. Maar weg, maar ik wel weg. Stel ik zeg tegen iemand van ja, ik koop zakjes van jou. En je laat ze allemaal in mijn wagen. En dan gewoon weg, zonder te betalen. Mag dat of niet? Want dat is iets echt. Allee, ik wil dat echt wel weten, want ik wil niet gewend worden ofzo. Druk weer hier. Wie parkeert er ook midden op de baan? Maar mensen kunnen niet parkeren hier. Wie parkeert er hier? Hé, hey, met zijn witte t-shirt. Oké. Okay. Man. Kijk, met die auto kan dat wel, Robin. Ja, hij heeft een aanhang. Hij blaast dat, bro. Hij, die bus is vol, we gaan nu loesten, man. Yo, nice. Maar kan ik nog wat erin? Ah, dat mag! Oh, nice. Ik ga ook zo zien. Doe alles op slot. Ja, is op slot, is op slot. Hey, welkom, dag, welkom. Casino, ja, we moeten casino rijden zometeen. Voor met Alain. Ja. Ik heb ook al mijn daily gepakt, trouwens, jongens. Mijn daily heb ik ook al gepakt. Het was 1000 euro of zo. Echt weinig, maar ja. Dag mannen. 1000 euro. Is dat een Laurens? Nee, nooit. Dat is Laurens weer, hè. Hey, welkom. Dag Joost. Hey, welkom. Yo, Joost. Heb je dat al gefixt in hun server dat we kunnen delen? Nog niet. Meneer, Oudschut een beetje. Hallo meneer, wie bent u? Ik heb mijn outfit veranderd. Ik ben boxhandschoenen gaan kopen. Ah, nice, gezellig. Met boxhandschoenen met plukken, nice, jongen. En allemaal, hè? Roleplay, hè? Roleplay. Gezellig. Kan allemaal. Kan allemaal. Kan allemaal. Wensje. VDK is niks, man. Ja, we zijn bezig. Joost, net een busje gekocht. Ga geld maken! Joost, jongen. Ze zijn al bezig. Je hebt net een busje gekocht. Een Speedo. Ik heb een Speedo gekocht. Die daar. De groene. Het klusteambusje. Dus nee, ja, maar ondertussen heb ik even een beetje minder geld terug. Maar ik ook zo mijn auto verkopen. En mijn Mercedes. Ik kan die zo verkopen. Mijn Mercedes. Maar die is, ja, ik zou toch zeker toch 50k voor krijgen, 50k. Dus dan heb ik ook weer wat geld erbij. Ja, maar ik wil echt zo'n goede auto kopen, hè. Elke mesje koop, maar ik wil zo, ik weet niet goed. Eigenlijk heb ik eerst een auto nodig en ik wil ook overvallen plegen, hè. Overvallen. Zo'n huisinbraken. Maar ik heb alleen veel dat hij eigenlijk verdient, die huisinbraken. Zou dat veel verdienen, denk je? Zou dat veel zijn, huisinbraken? Dan denk je, het risico met de politie en zo is ook heel hoge boetes op en ook gevangenisstraf en zo. Maar je nummer, moet je het vragen in game, maat. En morgen band, je unband, ga meedoen. Hey, nice, Joost. Handig, handig. Dat is handig. Was je nu meer dan gedaan weer, Joost? Dan? Was je nu weer gedaan, waardoor je band werd? En gisteren bij Hels stond, hoorde ik die gast van Hels zeggen dat die machets hadden liggen. Oh. Gezellig. Gezellig. Mag je nu schamen hoezo, Axel? Wat is er? Wat heb je? Kijk, ik heb al 45, oké. Okay. Het ding is wel, ben natuurlijk aan het deel met Alain.
Dus ik verdien altijd maar 20k per keer. Pas dan 40k. Allee, ongeveer 20k, ongeveer 40k. De vorige lading had ik zelf verdiend. Allee, had ik 23k gekregen. Alleen totaal 46k, maar met Alina gedeeld is dat natuurlijk minder. Dus het gaat wel een beetje moeizaam, hè. Maar joh, wat deed dat dan? Het gaat wel een beetje moeizaam. Dat is een beetje het zijde eraan. Het is een beetje moeizaam. Als scammen, mag je nu scammen? Ik mag scammen, ja. Je mag je scammen hoeveel dat je wilt, blijkbaar. Ja, dat mag. Je mag echt wel scammen. Dus eigenlijk heb ik iemand nodig waar ik zakjes van ga kopen. En dan eigenlijk gewoon gaan wegrijden. Maar het ding is, ja, ik vind het wel een beetje gevaarlijk, snap je? Ik vind het wel redelijk gevaarlijk, want... Ja. Het is natuurlijk wel gevaarlijk, hè. Ja, ik ga... Pas af. Het is echt gevaarlijk, hè. Dan stel die belt iemand of zo. Ja, ik heb Ardaan daily, ja, Ardaan. Yo. Hoppa. Wacht hoor, Jij zit erin bij mij. Nice. En dit van mij ook. Toppie. Dat is wat doet die auto hier? Kijk dan. Ah, oh, hij is stuk. Ik kan niet meer rijden. Maar hoezo? Ja, ja. Sommige mensen. Maar ik heb al gedaan, Delia. Ik geef 1000 euro maar. 1000 euro. Yo, welkom. Hey, welkom, Shana. Hey, Shanaakje. Welkom. Ah, trouwens, jongens, wel een livestream deze avond. Wel een stream deze avond. Twee streams vandaag. Oeh, nice, Joost. Ik kan mooie auto kopen onder elkaar. Oh. Maar dat mag niet, hè, Joost. Ah ja, dat is toch zoiets, maar we niet scammen met auto's. Dat is gewoon legaal. Is dat legaal? Ja? Is dat echt legaal? Nog GTA stream, ik weet niet, we gaan wel zien. Met wat is aan het live, ik weet niet. Wat willen jullie graag zien deze avond, zeg het maar. Wat willen jullie graag zien deze avond? Dat mag niet, hè, denk ik. Nee, dat mag niet, hè. Je auto voor duurder verkopen. Zou ik ook denken, hè. Ik zou ook denken dat dat niet mag. Maar ja, ik weet niet. Ik zie RP, ik zie Fortnite, zie ik ook staan. Zeg zeker wat je wilt zien, jongens, deze avond. Welk enkele type? Dat blijft overzichtelijk voor mij. Nee, ik vraag aan wat wil je graag zien deze avond. Ik kan op zich wel een poll maken, zo de poll weer van likes, maar op zich. Zeg gewoon dat je 100k voor de prijs vindt, dan stem jij ermee in. Ja, op zich, als dat echt kan en als dat echt mag, is dat mij goed. Ik zal even een poll maken zo meteen, jongens, maar ik zal even een poll maken. Wacht, hè. Ook handiger, want... Dus opeens weg dit stuk, hè? Het is opeens tweede stuk dat hier stond, hè? Dit hier ook. Hoe kan het opeens? RP, let's go. Hoezo? Nee, ik kan nog een poll maken, zeker. En zeker flaken, jongens, dankjewel. Zeer fijn. Ruim Magic. Magic? Ja, blijkt erop, hè? Dat is allemaal weg, precies. Of was het al weg? Ik heb geen idee. Het kan ook zijn dat ik mij verbeeld, hoor, maar... Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Kan ik je nummer krijgen? Sorry? Voor de win. En wat dan in Fortnite, Axel? Ik heb een beetje kleding aanpassen. Kleding, een beetje meer stijl heb ik eigenlijk wel nodig, hè. Ik kan eens een keer doen. Echt eens een keer mezelf veranderen. Hoi meneer, kon je wel, maat. Ik hoor je wel. Oké, okay, is het bijna vol, eens kijken. 49. Ik heb eigenlijk wel meer mooie kleding nodig, hè. Mooie kleding. Eigenlijk wel, hè. Beetje gewoon een pak of zo. Echt een mooi pak, zoals hem. Of hem. Ah nee, is ook een pak.
Ik gewoon echt een mooi maatpak, eigenlijk. Ik gewoon echt een heel mooi maatpak heb ik eigenlijk echt nodig. Gewoon Seed Fortnite, de pol wint. Wat Seed Fortnite? Wat bedoel je, Axel? Maar Axel, ik ken je achternaam van iemand anders nog, denk ik. Denk ik hoor, ik ben niet zeker. Let's go. Zeker vlaggen, ik wel jongens, heeft lief. Wordt echt gewaardeerd. Nee, gewoon zien Fortnite de pol wint. Oké, okay, maar wat doe je dan spelen in Fortnite, Axel? Wat doe je dan spelen in Fortnite? Ook handig om te weten. Oh, als laatste trouwens, als laatste. Oké. Okay. In plaats van Seed, ja, oké. Okay. Welkom, Niel. Yo. Hallo. Oh, voilà. Oh, ik heb er gewoon twee erin. Hij gaat er niet in. Jawel, jawel, toch? Ik heb nog. Nou, doe, ja. Stel op nu. Vannacht nog goede 12 uur kunnen slapen. 12 uur, maar ja, is goed geslapen en zo. Maar hij blijft te winnen. Ik probeer nog eens. Wat? Hoe heb inladen? Ik wil een duo custom of zo. En heb je een vriend die mispeld? Nee, kijk, het staat hier gewoon. Huh? Wat? Voor heb inladen. Er zit nu al 200 in, hè? 247 al in. Ja, maar staat er. Wacht, ik vind het raar. Wacht even. Tja, meldingen werken niet echt, Nicky. Discord. Zet die dingen aan. Nick, als dit dingen aanstaat, Discord, meldingen, mededelingen, aanzet daar meldingen op. Kijk, altijd een melding, altijd van Discord server. Als je alleen van Discord server aanzet, dan is het allemaal perfect. Dan krijg je altijd een melding als ik klaar ben. Altijd, dan krijg je altijd een melding. Van 12 uur tot 12 uur slapen. Hey, nice, Anna. Dat is zeer gezellig. Ik ook trouwens. Nee, ik niet. Ik ben om 11 uur opgestaan. Ja, 11 uur. Ja, want die heeft dan pauze om 11 uur. Die heeft dan pauze, want die moet werken vandaag, ook morgen. Had dan pauze, mijn wekker lang gezet, en dan opgestaan. Nog een beetje mee kunnen sturen. Dan heeft hij juist pauze. En ben ik gaan douchen, gegeten en live gegaan. Ja. 3:30 trouwens, man. The time flies, hè. Ben je having fun? The time flies, hè. Wat zie je als werk? Zie je werkt als... als zorgkundige, weer iets zei. Ja, in een rusthuis. Yes. Maar daar heeft Ziggy vrij. Dat is verschillend. De dingen Ziggy werkt. Ziggy heeft. De ene week heeft zij. De ene week heeft ze maar één dag verlof. Allee, vrij in een week. Eén dag vrij. Was deze week had ze maar één dag vrij. Dan moet ze in het weekend werken. En andere dagen heeft ze drie dagen vrij. Andere weken heeft ze drie dagen vrij. Dus dan heeft ze een vrij weekend en nog een vrije dag in de week. Dat compenseert dan eigenlijk dan de andere week van als ze maar één dag vrij heeft. En als deze week moet ze dan werken heel de week, behalve dan één dag. Maar dat is altijd verschillend. En als deze week moet ze dan werken, volgende week niet. Vond het weekend dan weer wel mijn verjaardag, helaas. Maar ze kan nog lunch komen, had ze gezegd. Dat ze misschien lunch komen. S'avonds. Maar heeft ook vroeges en laates. En dat is ook altijd verschillend. En ja. Het is wel iets ingewikkeld hoor. Het is niet altijd. Het is niet zo simpel. En nog zeker, ze is ook pas begonnen. In september is ze pas begonnen. In september. Dus je kunt ook niet echt eisen stellen. Zoals ik kan nu wel eisen stellen, ik werk nu al 2,5 jaar. Of ja, twee jaar en een beetje. Of ja, althans, ik werk daar al vast in dienst. Hè, want ik, als je stage meetelt, dan is het wel al meer. En ook shopstand. Maar ik werk nu vast, waar ik nu werk, 2 jaar en 4 maanden zeker. Ja, 4 maanden. Ja, ik ben vast begonnen op 1 juli. Ben ik vast begonnen met werken. Meteen begonnen aan school met werken. Nou, altijd iets waar ik heel blij mee ben heb gedaan. Dat ik niet ben verder gaan studeren. Heel blij mee. Nou, altijd de beste keuze geweest. Ja. Altijd een heel goede keuze van mij geweest.
Geen spijt van, echt niet. Geen spijt van wat ik daar heb gedaan. Mijn stage is zo van 8 tot 5 uur rusthuis en kinderstage van 8:30 tot 5. Ah, oh, oké. Okay. Als rusthuis is eigenlijk 1 uur lang werken in het rusthuis. Ah. Of nee, dat is 1.5 uur lang werken. Maar dan werken wel. Maar dan werken wel 8 tot 7. Dan werk je 9 uur dan. Dan werk je 9 uur. Hey, welkom, dag Fer, welkom. Dag Mathis, Gens, welkom, dag Mathis. Hey, welkom. Wat moeten jullie jongens? Zeker vast even liken, thanks. Want echt wat mensen liken. Thanks. En bijna vol, 57. En dan kun je ook weer gaan vertrekken. We hebben inpak, 5 mannen met wapens, iedereen aan het trippen. Serieus, Laurens? Oeh. Rip. Maar waar is de inpak eigenlijk? Ik heb nog iemand bel zo meteen om te vragen wat de inpak is. Of eens kijken. Voor Robin. Ik ben dus zeer blij met de richting verzorging, maar niet blij met hetgene wat ik momenteel aan zorg doe. En wil je dan meer ziekenhuiszorgkundig worden dan later? Of niet? Of wat wil je eigenlijk laten worden? Zal het ziekenhuis 1k uur halen? Hoeveel heb je nu? Dat haal je sowieso alleen. Vandaag 2 keer live. Morgen... Nee, morgen niet. Want zie je komt dan morgen in plaats van vandaag. Dus morgen 1 keer live. Je nog 1 keer plukken, denk ik, en dan gaat het wel goed zijn, denk ik. Ja, ga jij plukken dan, of...? Nee, al 2, hè. Ja, nog. Ah, ja. Dus dan kunnen we gaan vertrekken, ze. Heel graag afdeling in het ziekenhuis of de thuiszorg. Ah. Het ding is, Shana, ze heeft ook thuiszorg moeten doen. Stage thuiszorg. In het laatste jaar. Dat vond ze niet echt heel wauw. Nee, want het ding is, ze moest dan, dat is dan echt koken en schoonmaken. Of ja, niet echt schoonmaken, want dat mag eigenlijk niet, ze mag niet schoonmaken. Maar ze meer van, ze moet dan eten klaarmaken, moet ze ook de afwas doen. Snap je van de dingen? Ze moet niet echt gaan schoonmaken, maar een beetje zo, ja, de dagelijkse schoonmaken. Zo. Is dat wat ik bedoel? Afwassen en zo van de dingen. Hallo, Glero. Ken ik jou? Ja. Wie bent u? Ik ben u niet. Wie? Ik ben aan het pleuren. Timmy. Ah, Timmy. Bent u Timmy? Ja. Ah, nice. Gezellig. Welkom. Gezellig. Hey, dag in de stad. Sorry? Wat zegt u? Wat zegt u nu? Wat zei u? Zeg, antwoord aan de maat. Iemand te zeggen. Hij staat ook hulp. Ja, hij staat, ja, maar ook ja, eten klaarmaken en zo. En naar de winkel gaan. Nou ja. We join uit de Veen via de link. Heb je GTA Axel op de telefoon? Yo, of op de PC? Nee, ik eet veel. Yo, Alain. Ja, ik ook. Dat is Alain toch, hè? Mama. Ik denk het wel. Ik ga tuinbouw doen. Ah, tuinbouw. Ik heb ook al vandaag naar tuinbouw. Maar ik wou vroeger, toen ik lager school, ook graag tuinman worden. Tuinman. Maar dat is zo lager school. Zo, ja, niet echt wat je wilt doen en zo. Maar tuinman is ook een heel zwaar beroep. Allee, zwaar. Ja, is wel een zwaar beroep boksen. Heel hard werken. Ook goed betaald krijgen, hè? Sowieso, maar... Dat is ook in de winter werken, in de kou werken altijd. Altijd buiten, hè? Altijd buiten werken. Dat is wel iets... Ja, dan moet je ook voor gemaakt zijn, hè. Om altijd buiten te werken in regen, wind, sneeuw. Of ja, sneeuw misschien niet dan. Of ja, misschien wel, hè. Je weet dat niet, hè. Tuinman. Je moet altijd werken in buiten. En dat is wel iets wat je moet kunnen. Ik algemeen. Sta te kijken, Laurens. Waar is die link? Ja, maar niet bij mij, Axel. Moet je even. Maar heb je moet 5M downloaden. Axel 5M heb je nodig. Welkom ook iedereen, jongens. Welkom bij je nieuw. Zeg even like, abonneren, delen. Thanks. Thanks. Maar ik kan geen clips bekijken, Laurens. Als je net vindt, Laurens. Geen clips bekijken tijdens de livestream. Heb ik. Ah, nice. Moet je even opzoeken aan Zuiderveen.
En dan kan je het gewoon jonen. Ik zal even nog de Discord jonen, maar dan krijg je wat te zien daar. Ik heb hem bijna weer vol, hè. Let's go. Ik werk graag buiten. Hey, top Axel. Of Axel, bedoel Mathis. Dat is iets wat je graag wil, wat je graag moet willen doen als je tuin bouwt. Als je tuin bouwt. Maar het ding is ook met tuinbouw. Dat wil niet zeggen dat je echt tuinman kunt worden. Maar je kunt ook tuinarchitect worden. Tuinarchitect. Dan moet je dan eigenlijk een beetje architect zijn we dan voor een tuin. Niet voor een huis. Dus echt plannen maken voor daar komt een boom. Daar komt een struik. Daar komt die plant. Allee, een spanker zeg maar. Dat is wel iets moeilijk volgens mij. Met tuin kan ook heel ver. Met tuinbouw kun je heel ver mee gaan. Ja, dan kun je even mee gaan met tuinbouw. Dat is toch goed. En welkom naar Tony. Welkom in Tony. Welkom. Hey, dag Ewout. Welkom. Hartstikke gezien. Welkom. Ik sta met jullie meewerken. Ja, maar... We mogen niet zo afspreken, maat. Dan moet je echt met tegenkomen in de game. Dus niet streamsniper, zo niet streamsniper. Mag niet. Je moet echt met tegenkomen in de game. Per ongeluk eigenlijk, een beetje. Ja. Maar mijn neus jeukt. Dat is ook niet fijn. Oké, zijn mond zit ik vol. En alleen ook volgens mij, denk ik. Tudun. Oh, Rips een aanhanger. Kwajo. Kwajo. Die aanhanger werkt niet goed ofzo. Is Alain hier al? Wat doet hij? Is het een steen? Wat doet hij? Ik weet niet wat die range over aan het doen is. Ik heb ook geen idee wat hij allemaal aan het doen is, maar ja. Hai, hoeveel zit hij in? We kunnen er nog 28 in en dan zit het vol. Ik heb limiet. Oh. Meneer, ja, zit vol, zit vol. Oh. Ja, zit vol, ja. Wat doet hij allemaal? Ik doe dan nu wel alles toe. Yes, kom, we gaan weg. Mag je niet kijken waar je bent op Steam? Nee, dat mag niet, Axel. Dat is verboden. We gaan misschien naar het casino, dan kan ik die Lucky Wheel. Ik krijg voor geband worden. Ja, dat is goed, we gaan naar het casino. Of nou, we kunnen misschien eerst, ja, met dit naar het casino gaan. Gaan we eerst weer pakken? Wat? Nee, we kunnen misschien met jouw auto gaan. Ah ja. Die hebben we vergoddeld aan het schoppen, want dat geluid is echt irritant. Ja. Welkom trouwens ook weer al 30 kijkers, welkom. Ga ze de race over, joh. Ik weet niet wat hij dan aan het doen is. Oh, rijdt iemand van de baan af. Wat is een gek, joh. Met zijn... Kijk die aanhanger ook. Wat een gek. Oh, maar hij rijdt bijna iemand aan. Is dat politie? Oh, gewoon een zeggen. Nee. Hij rijdt. Oh, op een sorry. Oh, dat was heel close. Police bij de pluk om te kijken of we wapens hebben. Police bij de pluk blijkbaar. Ben je echt net gelukt dan? Zo ziet hij die juist, jongen. Wat is hij aan het doen? Ja, ik heb een rood lampje, ja, ik weet het. Oh, dat pinkt ook. Nee, ik heb een pinkend rood lampje. Wat gaat terug, dat is de winkel, Robin. Gaat terug, dat is de winkel. Wat gaat nu? Dat is het tegen gereden dan. Iemand heeft het tegen mijn auto gereden. Sorry, daar is de winkel. Ja, dat glijdt, jongen. Iemand is in mijn auto gereden dan. Sad, want ik heb net nog een geel lampje. Nu heb ik opeens een rood lampje. Je moet toch niet tanken? Nee, maar ik wil parkeren. Echt sad. Iemand is in mijn auto gereden. Oh. Oh, waar is de winkel? Dat is verderop. Oh, wauw. Daar is de winkel. Welkom naar Soxy Balkon. Dat is het plaatje, jongens, meisjes, dankjewel. Heel erg lief van jullie. Dank u daarvoor. Zo kunnen we een keer zakjes kopen, hè? Zakjes niet. Een repair kit. Ja. Mag je auto stukken gaan? Ja, Kilan, maar zo mag die gaan ook echt snel stuk, hè? Dat is niet zoals in echt GTA. Wacht, ik parkeer hem zo even. Wacht. Koop misschien al zakjes alleen, zakjes kopen. Want die kun je ook zakjes kopen, misschien handig. Ja. Ik ga even kopen. Repair kit. Gebruik. Oei, dat is wel verkeerd aan het trap. Oh, dat is goed, ja. Nice. Wat is de logica? Ik zie jou op stream, maar mag niet naar jou toe gaan. Ja, dat mag niet. Axel, dat zijn niet mijn regels, jongen. Dat zijn de regels van de game. Van de eigenaren, dus.
niet mijn regels. Ja. Het zijn niet mijn regels. Ik heb een keer reden. Kan altijd. Zo. Alles kan. Alles kan. Maar tijdens het liken, het abonneren, het delen ook, dankjewel. Dan kan je misschien wel reden krijgen, ja. Daar kan ik zeker over zorgen. Ik koop eens een dagoe. Wat? Ik koop eens een hond. Waar? Ja, ergens aan mijn achter. Een echte hond? In de game, hè, jongen. Maar, je hoort die honden. Ja, in de game, maar. Dat is toch niet in deze game? Nee, dat is niet de game, dat is juist het probleem. Want ze hebben genoeg, denk ik, hoor, niet? Maar. 30 maar? Huh? Ah, ik hoor een hond, ja. Ik hoor een hond. Ik hoor een hond. Huh? Is het niet van Trevor dit? Is het niet van Trevor dit plekje? Huh? Maar ik hoor een hond. Huh? Ik hoor een hond ergens. Ik heb geen idee. Nou ja. Hey, Alain. Ja. Waar had zakjes in de auto? 80 eerst. Dat is opeens weg nu. Hoe doe je? Waar had 80 eerst? Die heb jij nog in je inventory of zo? Nee. Ja, ik heb ook geen meer. Ah, huh? Oh, huh? Ik weet niet wat jij te zeggen, ze hadden gewoon. Wat heel raar, maar oké, doe maar, is goed. Ja, ik ga maar ze hebben uitgehaald. Iemand heeft verstolen, volgens mij, denk ik. Je doet je kop op, komt niet op slot, hè? Is hij op slot? Jawel, hij was op slot, op slot. Ah, hij is op slot. Hij moet echt vaker doen. Hey, kom even het tankstation winkeltje. Jo. Oké, nog één keer dan zijn we weg, hè. Ja, dat top, want ik denk dat we zo meteen gegeven gaan worden. Hoezo? Ja, hallo, er zijn hier vier auto's ofzo. Oké. Okay. Is goed, kom. Ik wist het, hè! Wat? Meneer. Ja? Kom eens even. Waarom? Ik wil eens vragen, kunt u ook tanken of bij dit zijn? Bij mij lukt het niet. Maar ik heb een volle tank, dus gaan sowieso niet werken. Maar is het niet? Ik heb een volle tank. Alleen is dood? Mijn maat is doodgereden nu net. Hier. Zo, Alleen is dood. Huh, hoezo is Alleen dood? Nee, ik kan niet uitstappen, jongens. Nee, ik kan niet uitstappen. Huh? Alleen is doodgereden. Hoezo Alleen is doodgereden? Alleen is doodgereden? Huh? Hoe is Alleen dood? Alleen! Ja, sad. Ja, oké, riep. Nou, Alleen. Oh, die mensen hier. Ik ben weg, hoor. Ik zou het niet weten. Maar joh, al die auto's hier. Maar joh, verzekering of zo. Nou, sad. Alleen is doodgereden. Tijd, maar alleen clip het of zo. Als je kunt clippen of zoiets, en dan kun je doorsturen naar Staf en dan wordt die geband. Oh, ik probeer. Wacht even, antwoorden. Er was niemand in de buurt of zo, hè? Hoe is Alleen doodgereden? Dat is de winkel. Ja, ik weet ook niet hoe die dood is gegaan. Heel raar, maar ik ben weg daar, hoor. Ik ben weg daar. Alleen jouw ticket! Alleen jouw ticket! Alleen jouw lucky ticket is nu weg, waarschijnlijk, hè? Vermoed ik. Wacht, ambulance! Ambulance is daar! Ambulance!
Ik denk glitch. Maar hoe dan? Uit die ambulance. Dan waar gaat die ambulance? Ja, daar. Wacht, Alain, misschien nog wel. Maar Alain, ik heb verwacht. Misschien kan ik het nog meepakken. Oh, hopelijk. Hopelijk, hè. Hij is niet meer te redden. Jawel, jawel. Hij kan worden gereanimeerd, hè. Dan waar rijdt die ambulance? Ik zie ze niet meer. Is dat rechtdoor gegaan? Ik weet het niet. Ja, maar daarom... Maar Laurens is doodgemaakt, Laurens. Dus gaan ze een leuk ticket weg zijn of niet? Leuke ticket. Het zou heel sad zijn. Waar is de ambulance? Ja, die rijdt daar, die rijdt daar. Oh, we hebben al die mensen hier. Repair kit nodig? Ja, het liefst wel. Ja, eigenlijk wel, ja. Kun je mijn vriend dan redden? Die ligt dood in de winkel, ze hebben hem doodgemaakt. Waar? Dat is hier. Kun je hem dan helpen? Als ik repair kit haal? Welke winkel? De eerste winkel hier, rechts. Deze straat. Ja, kan wel. Ga je dan ja, ik ga er even van naartoe rennen. Sorry? Gewoon de winkel daar zo, bij ja, daar is die. Daar ligt die dood, in de winkel. Oké, ik ga er vast naartoe. Maar kijk, ik kan instappen als je wilt. Ah, ja. Oh, is het slot? Nee, doe maar, ja, hij is open nu. Okay. Ja, top. Ja, hij is opeens dood gegaan. Ik heb ook geen idee dat hij komt. Maar echt geweldig, denk ik wel. Slagen, hartaanval. Het zou allemaal kunnen. Hoop ik valt er nog te redden. Dus het is mijn beste vriend en ik moet ook niet kwijtgeraken. En ja, niet echt zo emotioneel. Hè. Ja. Ja, ik begrijp het. Ja, zo zit het leven nou in elkaar. Daar ligt hij. Ik ga even mijn auto parkeren. Tonk aan speedo, 200 kilo kan erin. Hallo meneer, wat is gebeurd? Oké. Onze Alain. Help onze Alain. Please. Oscar waardig, echt, hè. Oh. Oké, mijn achterkant gaat, dat gaat niet. Toch, bent u nog eens spreekbaar? Alain. Alain. Praat niet meer. Praat u inderdaad nog wel? Daarnet wel, ja. Alain, praat. Kan u hem redden als hij niet kan praten meer, of? Nou ja, we moeten even praten eigenlijk, anders... Alain, nou, praat! Ik heb wel gepraat, maar ik moet het weten wat aan de hand is. Ah, oké. Okay. Oh, die is ijsdood. Oh. Aydin? Ja. Aydin? Dus dat staat op zijn idee. Huh? Dat staat Aydin? Maar hij heet geen Aydin. Hoe heet hij dan? Heet Alain. Huh, Aydin? Oh, hij is in ieder geval dood. Kan hij niet meer redden dan? Nee, hij heeft geen bloed meer in zijn lichaam. Nou, ah, hij heet Aydin in game. Bijna okay. Geen bloed meer in zijn lichaam zit en oké. Okay. Nee, ik begrijp het. Spijt me, maatje. Nee, oké, okay, dan is het zo geen probleem. Toch bedankt voor hulp. Oeh. Moet ik u terug wegbrengen naar de ambulance? Nee, hoeft niet. Het is toch hiernaast. Nee, oké, okay, top. Fantastisch. Brengt u hem naar crematorium? Ja, top. Ja, ik leg hem daar beneden. Ik leg hem daar zo. Oké, okay. Fantastisch, dankjewel, hè. Probleem, joh. Huh? Komt die repair kit? Ja, op zich. Ze hebben niet kunnen redden, dus. Maar ze gaan... Wat doet hij nu eigenlijk? Oh, is het politiekantoor, of niet dan? Is het politiekantoor hier? Ah, hier is het ziekenhuis. Het Alain heeft hier gespawnd dan. Maar heb ze lukken ticket dan wel, hè? Ik heb hier parkeren. Met onze Alain. Oké, ik geef me over. Wat gebeurt er? Waar is Alain dan? Is hij geleed of zo dan? Wat is daar gebeurd? Oh, yo. Wat doe je? Gaat het? Ja. Oh, was vastgebonden. Oh ja, ik wou een magic truc doen.
U heeft redelijk luide stembanden, meneer. Oh, sorry. Maar ik wou een truc laten zien dat ik geboeid los kon komen. Ah, nice. Wat een dan weer. Alain Viserie. Ja. Ja, serieus? Maar waar is Alain? Is hij geleefd of zo dan? Ik weet niet, is hij nog in de stad al? Ik heb geen idee. Welkom iedereen, zeker voor liken. Tijdens hebben we nog maar één like, mijn dames en heren, voor de derde. Dank je wel, heel erg hier, dank je wel, zeker voor liken. En ook nog maar één sub. Nog dames en heren, voor de 8480. Dank je wel, echt insane. Hij is dood, echt. Nou, Alain, jongen. Ik heb geen idee, volgens mij is Alain geliet of zo, denk ik. Ik heb geen idee. Nee. Oké, ja, ik wil dat zelf verpakken en verkopen, hè. Dat is goed. 60k per klaarmaak de bus, of veel? Nee, 61k, nee. Ja, de vorige keer kregen wij... de vorige keer had ik... hoeveel kreeg ik de vorige keer? Allee, daarnet. Dat was... 46k. Ja, voor 154 zakjes was dat, ja. Dus ja, op zich, wel nice. Moet je als alleen gaan doen? Maar ja, het is nu zo. Even nu gaan verpakken. Hé, hey, lekker, Laurens. Je ziet, Laurenske. Oké. Wel rip Alain trouwens. Flinke rip voor Alain. Maar volgens mij is hij geliefd, denk ik, want hij ging nu ook niet meer praten en zo. Dat was spijtig. Maar ja. Wat kunnen we dan doen, hè? Niet veel. Oké, maar niet hard rijden. Anders weer een boete. Eigenlijk hier nog een pol maken, hè? Wacht, ik zal het even maken. Maar zeker vlaggen tanks, wat waardeert. Heel erg bedankt. Hoe zie je niet alleen aan dood? Is op Discord nog online? Op Discord nog, ga eens kijken. Trouwens, Jill, heb je ook nadenken over een naam voor jou? Alleen zo de online Discord. Ik heb geen idee wat mee is. De poll op Matty is Snoep of goed? Nou, ik wil meer een poll doen van... oh, is ook een busje. Ik wil ook meer een poll maken van... waar gaan we zo te spelen? Nee! Ja, sorry! Ja, we moeten even terug naar Ziggy sturen, waar. Dus mij zijn de plannen weer gewijzigd. Oké, jongens. Nee, geen stream deze avond. Sorry. Nu is echt geen stream deze avond. Ja, net van Ziggy terug een bericht gekregen. De plannen zijn weer al gewijzigd. Even kijken. Wacht even toesturen. Pakket. Naar daar. Sorry, we moeten even snel een zienbrief sturen. Dat is zeer belangrijk. Waar staat dan die marker ergens? Waar staat die marker eigenlijk? Even kijken. Ah, naar daar. Maar is dat een nieuwe plek? Nee, denk je. Maar ik heb even je nummer nodig, Aiden. Kan ik dan zakjes meenemen? Zie je aan het eiland vandaag? Dat is ook wel nice, hè, dat eiland. De ultieme kijker. Ja, het zou kunnen, ultieme kijker. Maar dat vind ik zo een standaard naam, zo de ultieme kijker. Echt zo een goede. Een goede, originele naam hebben. Ultra of Omega kijker of zo. Of 1K hours rank. Ik vind dat zo simpel. Ik wil echt zo een goede naam hebben. Echt voor mensen zoals jullie echt de moeite nemen daarvoor. Hoeveel krijg ik voor service? Ja. Ja, en moet die geld hebben, die gast. Ja, dat wil ik het ook niet hoor. Zit dat niet bij mijn vergoeding? Of is... dat niet gratis. Ja. De plopkoning. Maar dat is ook zo simpel, de plopkoning. Dat is zo, ja, dat stelt niets voor. Je moet echt gewoon een dikke rank hebben. Maar ik vind het een moeilijke. Oh, sad, Glenn. Echt sad.
Even wachten. Nee, hier eraf. Yes. De verslaafde kijken. Ja. Of nou, op zich, de verslaafde. Maar ja, dat is ook weer zo negatief dan. Hè. Dat is ook weer zo negatief, hè. Verslaafde. Moet even echt een goede naam hebben. Nog 5 minuten. Maar Alain, ik heb naar het ziekenhuis gebracht, Alain. Ik heb naar het ziekenhuis gebracht, Alain. Dus wat is dan het probleem? Ik snap niet goed, Alain, wat er aan de hand is. Ik heb naar het ziekenhuis gebracht en zo. En je ging ook niet meer praten, Alain. Dus hoezo... Allee, ik snap niet goed wat er dan is. Maar eens kijken, hè. Is het hier nog of niet? Of zal het op een andere plek zijn? Het kan nog hier zijn. Het kan nog hier zijn. Ja, het is hier nog. Oh, nice. Het is hier gewoon nog, joh. Het is hier gewoon nog. Nice. Kijk dan, zo druk weer. Oké, ik kan hem niet parkeren. Oh, maar je bent aan de bus gegaan van DHL. Oh. Ik plaats me. Ja, hier. Zo. Mooi geparkeerd. Al zeg ik het zelf. Ah nee, ik heb veel nog dingen nodig, hè. Nou, ik heb dit al doen. Zoveel mensen hier, jongen. Hola. DHL, maar dat heet ook gewoon zo, DHL. Waarom lachen we met mensen misschien uit dat ik dat zeg? Dat heet echt gewoon DHL. Echt waar. DHL, maar dat, de H is een H, hè? DHL. DHL. Zit er eigenlijk, hè? Vanavond geen stream, nee. Vanavond is geen stream, nee. Nee. Maar vanaf nu wel een streamer, dus. Dat is ook al wat, hè? Hey, die boze mannen met die AK's zijn weg, of waar? Ja, ze zijn weg. Waar is goeie? Hoop ik toch. Ja, die man die keek totaal naar de andere kant op. Kon gewoon weglopen, hij had niks door. Oh. Maar je bent aan het schieten en shit, man. Toen ik wegreed, ik kooi daar. Ik ben gek. Nice. Oké, bijna klaar. De eerste lading. En welkom, dag Rune, dag Niel. We zijn alleen maar yo, hè, Rune en Niel. Eens wat ze zeggen is yo. En dan, huh? Hoezo krijg je mod? openmaken. Yo. Inladen. Al 10 zakjes. Oh, oh, limiet bereikt. Even eerst met uithalen. Pak een stuk of 50 om te beginnen. Zakjes 10 eruit halen. Heb ik ook genoeg zakjes trouwens? Ik ben niet zeker. Dat ik heb volgens mij heb ik te weinig zakjes bij. Denk ik, hè. Wij hebben te weinig bij. Oké, nice, ingeladen. Yo. Dus de pol kan blijven staan. Dat is ook wel iets, hè. Als ik een flyke, dank ik wel. We hebben nog maar 1 like, dames en heren, voor de 30. Dank ik wel. Hey, nice, abonnees. Insane, jongens. We hebben nog 20 nodig, dames en heren. Maar 20 subs nodig. Van 8500. Even een kleine side note. Ik zei gisteren van ja, als de 12 uur stream komt. Of stel we halen nu. Stel we halen nu dat de 8.5k. Alleen op 22 oktober pas een 12 uur stream zou zijn. Maar mijn ouders hebben gezegd van ja Robin, hou 22 oktober vrij. Dus ik kan niet live gaan dan. Hey, jongens, wel is een beetje normale prijs voor die zakjes om te verkopen. Het is ja, ben je 300 euro. Misschien nog volgende week 280. Praat zo luid, jongen. Dat is een beetje weinig. Dan praat ze zo luid. Dat ligt een beetje tussen de 275 en de 300. Ja, ik ben net zeggen, de meeste mensen verkopen tussen 72 en de 300. Ja. Echt weinig, hè? Okay, mensen het verkopen. En als ik daar geld moet witwassen naar de hand, hoe kan ik dat best doen? Bij een gang. Is verkopen. Ja, ik kan net zeggen, als je mensen gaat verkopen. Als je het aan mensen verkoopt, krijg je het al wit.
Verdelen. Morgen live. En morgen ben ik klaar. Dan hoef je die te wit wassen. Ja. En als je het op het eiland verkoopt, dan moet je het wit wassen. Ja, morgen ben ik klaar. Als je rendement beter, ik ken een beetje op het eiland. Ook in de middag waarschijnlijk, niet de avond. Ja, bij eiland krijg je profijt, dus dan 53 per zakje. Maar zo, je hoort mijn haar erin. Ik heb het geluid wel zet van mijn man, dat is echt veel te luid. Men praat ook gewoon echt luid, hè, die gasten. Zwart per zakje en dan ongeveer is dat 53. Hey, lekker dag, zie je, zeg. Lekker maat. Waar ga ik een bootje kopen? Ga ik naar de eiland doen, jongen? Dit dag. Maar de bootje die je best moet kopen voor als eerste is Squallow, 140k of zo. Hoeveel kost die bot? Wat? Hoeveel kost die bot? De boot die Squallow kost 140. Oké, okay, thanks. 150 stok. 140 voor een boot? Doe niet. 140 voor een boot, jongens, 140. Ja, dat is wel nice, hè, maat. 140 voor een boot. Daar kan ik best wel voor sparen, voor een boot nu eigenlijk, hè. Gewoon voor een boot nu sparen. Eigenlijk is dat nu het beste. Nu gewoon voor een boot sparen. Oh, ik ben, dit is klaar, oké. Okay. Voor een boot sparen nu eigenlijk, hè. Ja, morgenmiddag, Fall Guys, zou kunnen. Ik kan misschien wel vragen aan Mika, of we misschien een truc kunnen doen, zo België vs Nederland. Zou wel kunnen op zich. Niet bereikt. Ik heb toch een boot 65k. Maar ja, ik kan niet heel veel in van met, hè. Dat is ook wel dingen natuurlijk, hè. En niet inkijken, hè. Wie is er? Ik kan nog 10 met bij hebben. Niet meer dragen. Dus ook niet meer dragen dan. Oké. Okay. Met zakjes 10. Hoe zit het erin dan? Ah, 17, dat wil ik zeggen, ja. Verder onfit is, ik denk over een jaar kan we indenken. 140k. Met slechts 24, yep. En ik heb hoeveel zakjes momenten bij? 13. Ik heb 17 eruit daar. Ik heb 2 zakjes bij trouwens, hoor. Ik heb 2 zakjes bij. Nou ja. Alleen er nog 13 bij, die alleen, hè. Het jaar is voor later, ik was er net gereached. Oef. Gereached, sterkte. Dat is niet fijn. Ben terug, hey, nice Alijntje. Top Alijn. Maar ding is dan, wanneer dan 12 uur stream op zich van het weekend kan, maar Ziggy heeft dan een vrij weekend. Maar dan moet ik even nog met Ziggy overleggen. Wanneer Ziggy komt het volgende weekend, moet ik even, ja, even, eens een keer vragen, eens een keer bekijken met Ziggy. Kan het misschien zijn, als we deze week dan de 58k subs halen, is misschien volgende week 12 uur stream. Het zou kunnen, maar ik moet nog met Ziggy zien. Ja. Oh, sterrit, Kielan, wow. Dat is niet leuk. Dat is helemaal niet leuk, wow. Hier, die ontploft op de seconde, wauw. Dat is heel sad. Let's go. Hey ho, hey ho. Je krijgt er een cadeau. Wat stond er nu trouwens? Wat stond daar nu in beeld, hè? Wat stond daar in beeld? Moet je terugkijken wat daar in beeld stond. Ik kreeg een melding van iets. Ik heb een met ontvangen. Huh? Ik heb iemand met gekregen, bij jou. Nice. Normale met, geen met zakje. Hoeveel wil je geven voordat ik je breng naar de plaats? Je moet eerst zien om eerst nog de locatie te vinden op eiland. Het is een risico, inderdaad. Ah, zo. Maar hoeveel zakjes kan ik meenemen? Dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? Dat is metagaming. Ah, oei, alleen. Dat is niet handig, metagaming doen. Doe het niet, thanks. Ik moet niet gebend worden. Jij ook niet, dus doe het zeker niet. Doe geen metagaming. Even kijken, is die al gefixt, Discord van Zuiderveen? Die ken ik, Zoxy, die ken ik, ja. Ook al mee gepraat in game. Ook al mee gepraat. Ik heb ook met Golden Cobra gepraat, met Golden Cobra. Ook al gepraat in game, hier.
En met Charlina, zeg ik naar mij nog schuis. Ik heb geen idee meer naar mij zeg. Met Dylan nog niet. Nee, Dylan heb ik nog niet gepraat. Top, zit vol. Mond bij haar. Hey, ik heb een keer gezien dat jij mond bent bij haar. Nice man. Leuk. Leid mij. Ik heb hoeveel zakjes nog bij? Zakjes 11. Oké, okay, even 19 eruit halen. 19 zakjes uithalen. Yo. Enter vast. Ja, buurtje, ja, buurtje, ja. Nice man. Misschien Godly kijker of gewoon Godly. Maar dat is ook op zijn Engels weer, hè. Ik kan ze opzoeken op internet. Of legendarisch. Wat zijn... hoe zeg je dat? Hoogwaardige namen. Of hoe zeg je dat? Echt zo een naam. Het zo, en bijvoorbeeld als je terugkijkt naar de middeleeuwen en zo. En alleen de geschiedenis. Heb je een keizer en zo. Een keizer. Een generaal heb je. Maar hoe je dat doen? Ik vind het een moeilijke. Ik vind het echt een moeilijke, maat. Wat ik wil doen als naam. Voor jou eigenlijk. Want jij hebt 1000. Wie is eigenlijk. Kan je scans even iemand top 9 uur doen? Ik moet daar ook even een top 5 van maken. Hè, voor mensen die dat willen. Die in top 5 zitten, gewoon top 5 van. Niet dat het top 9 is. Of vangt dat niet veel uit, denken jullie? Top Yellow Tanks. Oh, Alain is de. Oh, Alain heeft nog maar 6 uur nodig. Dan Elisa, oh, die heeft nog wat nodig. Ja, allee. Nog 118 nodig. Dan Aydin nog 129 nodig. Dan Shana. Dan Matthias. Siebe, Verre, Santa Vegas ook nog, maar joh. Vet hoor. Ja, alleen maar 6 uur bij jou, die Alain, echt gek. 6 uur nog maar. Echt weinig, hè, 6 uur nog maar. Maar hij heeft sowieso nog meer gekeken hoor, dat is sowieso. Jelle niet, Jelle heeft echt vanaf toen beginnen kijken. Maar Alain heeft echt al, goh. Denk dat Alain al in totaal, ik denk 1500 uur heeft gekeken, denk ik. Niet Alain, of misschien nog meer. En Shana is iets anders. Shana heeft nu 791. Maar in 2019 had zij 750 uur gekeken. In 2020 pakt... Ik denk dat Shana echt al in totaal al 2000 uur gekeken. Ik denk echt al 2000 uur. Ja, meer denk ik. Ik denk zelfs al... Of na... Pak 2000. Ja, thanks. Dikke thanks, Darcy. Wordt wat eten, maat toch gewaardeerd, hè. 52. Yo. Zakjes, oké. Okay. Even 17 zakjes uithalen. 17. Ik heb wel te weinig bij, hoor. Dat is niet van mij, maar ja. Het is nu zo, hè. Zeker flag trouwens, maar altijd. Moet ik altijd mijn accounts liken. Thanks, wordt echt gewaardeerd. Waar tegenwoordig heel moeilijk om de 50 likes. Heel moeilijk tegenwoordig dat we nog. Allee, bijna niet eigenlijk dat we dat halen, 50 likes. Dus thank you. Doe het zeker, dankjewel. Gewaardeerd, dankjewel. Voor het liken, het abonneren, het delen. Thank you. Thanks. Gewaardeerd, echt waar. Wordt echt enorm gewaardeerd. Het liken, het abonneren, het delen. Thank you. Hey, nice, thanks. Te abonneren, dankjewel. Ik ben je trouwens. Ik even zeg je bent. Altijd benieuwd. Je hebt altijd abonneerd. Ik ben altijd wanneer ik kan. En dat is soms kijk niet. Ja, natuurlijk. Ja, nog geen probleem. Altijd leuk dat je wel komt kijken. Hoeveel heb jij van munten, Jano? En je hebt er. Oh, ja, dat is ook al veel uren, Jano. Voor hoe lang je al kijkt. Echt naar zijn kom, maat. Echt lief. Let's go. Zeg, ik heb een vraagje, Rune. Wil je mod hebben, Rune? Als je nu antwoordt, Rune, krijg je een moderator. Oké, Rune, als je nu antwoordt, Rune, krijg je nu een moderator.
Dat is een server. Zuiderveen, dat is een server. Zuiderveen. Ja. Nee, het Zuiderveen. Dat gaat nog niet, man. Zuiderveen. Kijk, Rune is er niet aanstaan, die Rune. Hij is er niet aanstaan. En hij zegt gewoon tegen gewoon, yo, heel stream lang. Yo, yo, yo. Eens dat hij zegt. Yo, yo. Hi. Maar ja, hè, maar ja. Oké, okay, nice. Nog één keer. Kan ik weer gaan... El kijken. Ah, op zich. Het is puur voor de munten, hè. En denk van, ja... Ik vind het ergens, denk ik ook wel, ja, ook wel logisch, man. Maar ja, het is ergens... Hey, is dat Alain? Hoe ben je geraakt, Alain? I'm back, bitch. Hoe ben je geraakt? Ja, met een auto gewoon. Oh, nice. Ja... Dus, ik ga straks nog even naar de winkel voor een telefoon te gaan kopen. Yes. Ella, wat komt jij hier dus, doen? Thank you, Nico, thanks voor het abonneren, dankjewel. Ja, lief. En dan ga ik gewoon naar de stad. Dan ga ik bij Hells Angels wachten, is goed? Dat is goed, top jongen, dankjewel. Ik wacht bij Hells. Dan stop. Ja. De blauwe naam zal me staan. Nice. Iedereen, denk ik wel. Nice, oké. Okay. Dicht doen. Dan kan ik gewoon voor een boot sparen, denk ik, jongens, ja. Ik denk dat wel, ik kan gewoon echt voor een boot sparen. Ik denk dat echt wel, ik kan gewoon voor een boot sparen. En dan kun je misschien volgens mij naar het eiland gaan, volgens mij. Maar met Timmy, ja, het kan wel, hè. 100 kilo meenemen. Yo. 100 kilo. Yo. Dat de moeite waard, 100 kilo. Yo. Dat is maar weinig, 100 kilo. Yo. Yo. Of top 1 kijker en dan wanneer Alain het ook haalt van dat top 2 kijker. Maar dat is ook zo simpel, hè? Top 1 kijker. Ik vind hem als heel afgelezen. 16 miljoen. Ik vind hem maar zo simpel, ja, dat snap je mij? Hele boys halen dus het veld normaal, hè? Wat praat hij zo, jongen? Ah, Tom, dan moet het wel lukken. Oh ja, ja. Ik ben bijna klaar met het verpakken en dan kom ik die kant op, ja. Ik heb trouwens iemand vragen of iemand interesseert in mijn Mercedes A45. Even te proberen. Te koop. Beginnersauto Mercedes A45. Wie weet wat iemand kopen, hè? Wie weet, we zullen zien. Je hebt alles simpel, maar dat is toch wel heel simpel. Hè? Top 1 kijker, als ik word die uitgeduwd. Die hopelijk iemand die reageert erop. Oh, dan typen. Oké, dat is ook bijna klaar. Ja, nog eventjes. Alles kapot. Doe ook een auto kapot zijn, Alain. Waar kunnen wij mee rijden, Alain, als je wilt? Nee, heb ik geen repair kit gekocht? Nee, ik heb geen repair kit. Maar dat wil ik wel kopen, repair kit. Er moet echt standaard een repair kit bij hebben. Er moet echt standaard een repair kit bij hebben. Elke is dat het handigste. Nee, ik heb geen repair kit, Alain. Nee. Maar eigenlijk... Ah. Er kun je gewoon best gewoon standaard in je inventory een repair kit bij hebben. Eigenlijk is dat het beste. Dat is ook echt sad hoor, je repair kit bij hebben. Dat is echt heel sad. En momento. Ik snap het. Ja, hij wilt geld hebben alleen. En ja, ik snap het ook, hè, maar... Daar ga ik wel zelf voor een boot sparen, denk ik. Oeh, nice. Maar ja, dan kun je live deze avond, maar dus ze kunnen niet met mij meespelen, laat, sorry. Ik kan je live inladen. Zakjes 18. Yep. Met eruit halen. Ja, pak dan. Zijn ze een vijfde kandidaat? Dat kan zeker. Zakjes heb ik er nog. Oké, okay, even 18 erbij halen. Ik heb er maar 10. Oké, het is bijna op, jongens. Het is bijna gedaan. Wat moeten we gaan verkopen? En die gevaar is wel vaak het eiland, ja. Dat is wel gevaarlijk, maar dan kun je heel hoge prijs krijgen voor zakjes, hè. Nee, dan kun je echt veel geld verdienen. Want daar kun je een zakje verkopen voor 540 euro. Maar het is ook nog... Want dan krijg je zwart geld. Het is niet meer hetzelfde. Moet je ook nog gaan witwassen. Het is niet meer hetzelfde. Het is wel nog moeilijker. Ik ken je live deze avond. Verre, nee, niet live deze avond. Nee, sorry. Nee, geen live deze avond. Ik kan geen Orpies spelen, want ik heb geen PC. Ah, dat is spijtig, ja, no. Dat is spijtig. Hoe is dat dan gevangen, eiland?
Daar is geen politie of zo. Ella, wat komt jij hier doen? Echt wel ervaring daar. Thanks, maat, dankjewel aan het abonneren. Wie is dat geabonneerd dan? Even kijken. Wie zijn geabonneerd? Er zijn maar abonnees binnen, maar ik krijg maar niemand die je stiept. Wie zit er geabonneerd aan? Ik heb die niet openstaan, dus even hier kijken. Ciano, thanks maat, dankjewel aan het abonneren. Dankjewel, Ciano. Zeker even liken. En iets zeggen, dankjewel, Ciano. Heel erg fijn. De weg tussen Paletto en stad is aan de linkerkant afgesloten. Ah, ja. Afgesloten, dat is ook niet handig. Welke GTA, ja, maar kan je nu niet online? Ah, spijtig. Iets zeggen. Hey, nice Ciano. Welkom zo met jou, Ciano. Alles goed met jou? Alles kids achter de rits bij jou, Ciano. Zeker voor like, thanks, ook gewaardeerd. Ben je nieuw? Ja, waarschijnlijk, want ik ben net geabonneerd. Thank you, zeer lief, zeer vriendelijk. Meneer, je live vandaag. Ja, ik zei het wel ver. Ik zei wel ja, maar. Dan ga ik zelfs sparen voor een boot. Sorry. Nee, ik kan niet meer met Timmy. Eigenlijk om te horen, Ciano. Zeer fijn om te horen. Ciano, ja. Oké, okay, bijna klaar. Nou, dan kunnen we eindelijk gaan verkopen. Top. Ik ben gaan verkopen aan Hels. Hopelijk kunt aanwezig bij Hels. Ik ga even snel een diepe sturen. Diepe. Iemand op het terrein. Nee, ik ben niet nieuw. Nee, ik ben niet nieuw. Zuiderveen. Ik speel Zuiderveen nu al 3 weken. Vanaf 15 september speel ik het. De 15 september ben ik begonnen. Nou, dat heb ik niet gestuurd. Oké, top. Ben vol. We kunnen gaan. Eens kijken hoeveel heb ik dan bij mijn zakjes. Eens kijken. Inladen. Zakjes 18. Heb ik er nu 116 bij. Oké, top. Best wel nieuw. Ja, Xiano misschien wel, ja. Nou, dat ben ik nieuw. Dat ben ik nieuw. Dan ben ik wel nieuw. Ik moet gaan. Is goed. Nee, ik stop ongeveer rond 5:30 straks. Dan moet ik ook eten. Ja. Wie parkeert ook zo? Wie parkeert die dan? Waarom ga je? Waarom zou je parkeren? Is dat wel een weg, maat? Oh, sad. Als ik 15 ben, ga vakantiewerk doen. Dat is wel nice. Ja, dat is waar. Ja. Ik ook, alleen. Tot morgen, is goed, maar tot morgen. Nee, tot morgen. Hola. Let's go. Op naar Hells Angels. We gaan verkopen 116 zakjes. Naar Hells moet ik doen, maat. Ik verkoop altijd Hells. Ik verkoop er altijd aan. Yo, gastmaat. Op een gezicht gecrashed. Vroeger zondagrijder. Oh, jongen. Echt een zondagrijder. Ging bijna dood, jongen. Toen ben je aan het tanken, trouwens, hè. Ik ben er aan het tanken. Please, niemand komt eraan. Ah. Gevaarlijk, hè. Dangerous, dangerous. Op, is hier een flitspaal? Ik heb geen idee. En waarom je een Helciano, zo niet? Ik koop altijd aan. Momenteel geeft u de beste prijs van iedereen. Dat ik weet, hè. Altijd gevaarlijk hier zo rijden, hè. Wees iemand die botst of zo. Altijd zijn als je aan het botst. Eens kijken, is iemand aanwezig hier? Hopelijk wel. Ik weet het niet zeker. We gaan het zien. Ik vrees ervoor. Zeg even 300 per zakje. 300 per zakje. 300. Ik vrees ervoor. Volgens mij niemand aanwezig, denk ik. Volgens mij niemand. Kan iemand naar het terrein komen? Ah, volgens mij zijn ze niet aanwezig voor mij, denk ik. Ze zijn weg. Ik vrees ervoor. Yo, Gerrit. Dag, Gerrit. Oh, ik word wel gebeld. Hallo? Ja, waar ben je, Robin?
Bij Hels, momenteel. Uitwendig? Nee, niemand aanwezig. Kut. Ja. Hey, doe maar zeker, Kielan. Zodra ik RP heb, ga ik je volop bij Popo. Ja, ga je bij de politie? Is goed, jongen. Is goed. Ben je er? Hij is niet aanwezig. Misschien vindt het wel, Vincent. Zou die aanwezig zijn? Ook niet aanwezig. Zijt. Hij is van Hels. Ben je aanwezig? Oh, hij is aanwezig. Ik sta voor de poort van Hels. Wie is dit? Ik ben Bart. Ik heb zakjes bij. Ja, serieus, Kielan. Nieuwe auto kopen. Ik kan nu van bot sparen. Meneer, mag ik het vragen, meneer? Ja. Weet je wat voor pakjes vandaag? De verpakjes bij de grot. Welke coördinaten zijn dat, als ik vraag mag? Ben je niet geweest bij de grot? Nee. Dat is rechts van de map. Rechts? Rechtsonder of rechtsboven? Rechtsonder. Aan het water. Oh, dan rijd ik wel een rondje om het water heen. Nee, bedankt. Nee, is goed, joh. Verkoop, heb je zakjes bij? Of? Heb je al iemand die zakjes koopt van jou? Nee, wat dan? Ik koop best wel kopen. Oké, moet je mijn nummer? Hoeveel wil je voor zakje hebben? Maakt me niet uit. Boven de 275 of zo? Ja, is goed. Akkoord. Moet je mijn nummertje even hebben? Ja, zet je nummer maar. Mijn nummer is... Kan ik wat zeggen? Ja. Mijn nummer is 66. Ja? Ja. 53 71 093. Top, en de naam? Ja, en de naam? Milan Knol. Milan K. Kijk maar, dit is mijn ID. Milan Knol. Mag ik zien je ID? Oh ja, hier hoor. Hier. Heb je? Ja, Milan Knol. Mooi man. Ja. Top. Ja, super hè? Ja, super. En hey, ik bel je wel. Of ben jij mij maar anders? Kan je mij? Of nee, jij hebt mijn nummer niet. Nee, ik heb je nummer niet. Dus ja, ik zeg ze jou zo meteen even bellen, dat is goed. Oh. Ola. Yo, Robin. Er is niemand aanwezig, jongens. Niemand aanwezig. Oh, er is wel iemand aanwezig, hoor, joh. Yo, boys. Yo. Aan de kant. Sorry. Ai, hoe kan ik jullie helpen? Zakjes. Nee, even later terugkomen, man. Oei. Even bezig, je weet, broeder. Ah, oké. Ik zie jullie. Ja. Ja. Yeah, ik weet niet hoor, maar... Ja, oké, is goed. Wat doen we dan? Aan Piki. En hoeveel heeft Piki, Laurens? Waar is Piki überhaupt? Zijn je mic viel opeens weg? Weet je Piki zijn, alleen? Lek, Piki? Ja, dat is ook een gang. Oh nee, je zit niet bij die dingen, bij die pimpzaak. Zou kunnen. Ik kan daar de arm verkopen. Ja, Sano, ik heb wel soms maat dat ze dan opeens niet meer aanpakken. Inderdaad, maar ik ja zelf kopen is een specialer moment. Aan het eiland gaan maar. Niet Piki, nee niet Piki, maar wie dan? Hels geeft 300 zakje 300, ESB geeft 275, is veel te weinig. Dat is veel te weinig. Dus ja. Hey, top plan. Kijk, ik ben aan het pinken. Hey! Oh, sorry. Ik ping naar links, hè. Kijk, nu ga ik naar rechts pinken. Jeet. Yo. Jongen, je pinkt niet eens. Ik pink wel. Helemaal niet. Kijk. Gast. Ik zie helemaal niks, jongen. Kijk, ik pink toch, grijs. Kijk eens onder, ik ben aan het pinken. Hey. Niet, hè. Maar waar is Piki überhaupt dan, Laurens? Ik weet Piki niet eens. Weet je, Piki zijn alleen. Ik weet Piki niet zijn. Yo, die gasten met zijn range rover, met zijn...
Dat is die Range Rover weer. Had je die gezien, de Range Rover? Pikkie scampt. Ja, ik heb geen idee. Even kijken, zien. Oh, sad. Oh joh. Ja, ik ben een SD aangereden. Ja, ESB, dat kost. Nee, die geeft veel te weinig ESB. Is het Pikkie niet? Het is ook een gang, hè? Ja, maar die zijn het niet, denk ik. Of wel. Kijk, ergens kijken? Moet ik kijken. Ah, oei. Maar waar is Pikkie dan? Ik weet niet wat Pikkie is. Smijst niemand, nee. Smijst niemand. Huh? En hij verdwijnt opeens. Oh, huh? Ja, maar dat is veel te weinig, Zoxy. Els geeft 300 per zakje. Die 100. Nee, niemand. Klopt. Maar ESB geeft veel te weinig per zakje. Maar waar is Pikkie dan? Ik weet, dat niet, ik weet niet wat Pikkie is. Ja, we zullen maar niet aan ESB gaan verkopen. Nee, ESB niet, nee. Want het eiland prijs zakt is. Maar ESB geeft al heel lang 275. En Hels, ik heb dan ook nog Hels verkocht voor 300. Wat doet? Ja, we kunnen ook naar eiland gaan met de team, maar we kunnen maar 100 kilo meenemen. 100 kilo. Ja, dat is niet veel. We kunnen ook in zo'n inventory, want ik heb 116 zakjes mee. Op zich gaat het wel. Maar we gaan wel naar het eiland gaan. Ja, oké, okay, ja. Oké, okay, ik ga even het team bellen. Dan doe dat, hè. Ja, ga dat gewoon doen. Ook jou wel. Hallo? Hey, Timmy. Ja. We kunnen misschien wel naar het eiland gaan. Het zou misschien wel kunnen. Als ik klaar ben met verpak, dan gaan we twee keer naar eiland. Is goed. Waar kunnen we jou meeten? Bij de haven of plezierhaven? Maar op dit moment ben ik bezig met verpak. Ja, maar als je klaar bent. Want ja, hoeveel kunnen we meenemen? Ik heb mijn auto dat doen. 200 kilo in totaal. 200, ja, ik heb 116 zakjes bij. Maar we kunnen ook in ons inventory nog plaatsen. In ons inventory, dus ja. Dat moet wel lukken. Dus ja, het zou kunnen. Maar ja, waar is je boot dan ergens? Waar is je boot? Haven. En is dat bij. Is dat de plezierhaven of? Ja. Oké, dat zijn we nu al. Dus als je kan komen, zou het top zijn. Ja. Oh, ze schoten! Oh, waar? Tot zo. Tot zo. Warenlijn. Gaat er worden hier links? Huh? Rij weg. Oh, sorry. Nee, nee, niet doen. Rij weg, er wordt op ons geschoten. Waar? Daar, helemaal links. Ja, nu, nee, nu zijn we verder weg. Ik kan eens kijken. Kijk, kom. Wie dan? Kijk, wacht. Nee, niet geweest op eiland, nee. Hier. Tot wie dan? Het is een auto. Verder denk ik. Ik heb geen idee alleen. Rechts mijn dood bij elektrowinkel. Dan laatst doodgereden blijkbaar, zegt hij. Ja, ik heb geen idee. Kom, we zijn weg hier. Maar Robby, wacht. Kom even naar de garage. Ik kan mijn auto droppen en dan ga ik met jou mee. Is goed. Ja, Timmy komt eraan, dus ik volg jou wel. Het SMG, oh, lang rood gemaakt. Van Jeroen Laurens, sterkte. Hoe dan? Of waarom? Oh, hier is het. Oké, omdat ik nog overlaat ben vrij. Hey, top, Glenn. Nice, Glenn, Glenn is vrij. Waar kan je je auto zetten? Hier in de hoek, in de hoek. Ja, dat valt niet op, hè, met dat rood geraarseerde, hè. Oh, sorry. Sorry. Hey, heb je mijn nummertje nou opgeslagen of niet? Ja. We kunnen meneer zo even kunnen bellen. Ik sta even bellen, ja, ik ga even bellen. Hoe noemt hij aan Milan Knol? Yo. Naam. Baard. Ik heb een briefje gestuurd, maatbriefje. Yo, ik zie hem. Hé, hey, bedankt. Top, yo. Stuur maar een brief of bel maar als je zakjes hebt. Ja, bel maar als je hebt, hé, hey, top. Yo, dat was ook heel close.
Alleen ik hoor mijn geluid. Ja, als mijn ding staat er aan, zwart. Hier moet zijn bot ergens zijn. Yo. Oh, oké. Okay. Nee, het gaat niet voor nu zijn, die bot. Hij is ook aan het verpakken. Ah. Heb je dingen nodig, hè? Misschien Vincent of zo? Maar hij is niet aanwezig, hè, Vincent? Spaar voor mini-jacht. Meneer? Ja. Ja. Weet u waar Pluk is? Wat is Pluk? Pluk. Ja? Met Pluk. Ik ken het niet, sorry. Wat zei je? Dat ken ik niet. Ik ben gewoon een klusjesbedrijf. We maken klusjes. Oh, oké. Okay. Sorry. Nog fijne dag. Oké, u ook nog. Maar hoeveel kost een mini-jacht? Maar ik ga sowieso kopen een auto. Ik ga sowieso een boot kopen. Moet ik mijn vliegtuig brengen? Vliegtuig? Maar mooi niet metagaming doen, Xiano. Dus we mogen niet zomaar even afspreken. Mag niet. Maar ja, het zou nice zijn, maar mag niet. Moeilijk. Drifting. Nee, Kila. Nee, want dat is te veel gedoe. Wat is er, Darcy? Hey, hallo. Ja? Hoe kan je naam veranderen dan bij je dinges? Goeie vraag. Geen idee eigenlijk. Even kijken daar. Dat is misschien pijltje naar rechts of zo. Pijltje naar rechts. Hoe lang zou het duren, denk je? Het gemeentehuis. Maar toch naam en contacten bedoel je toch, hè? Contacten. Ja, doe ik ook. Contacten. Ah, oké. Okay. Nee, bij contacten. Contacten, dus staat dan. Moet ja, dat lukt wel. Moet daar ergens zijn, ja. Dus zo moet hij wel. Ah, tankje, jij moet tanken, ja. Top. Ja, Helspert komt er niet aan. Echt sad. Waarom pakt Helspert niet aan? Oh, notities, nee. En een slager, gewoon een slager. Dus ja, wat gaan we nu doen? Ja. Maar Peaky, hè? Maar ja, waar is Peaky? Ik weet Peaky niet zijn. Ik kan misschien aan Timmy vragen, wacht. Maar ja, het ding is als Timmy. Ik moet even een brief krijgen van Timmy als die klaar is. Ja. Dan kunnen ze aan dat eiland gaan. Zo, nice aan het eiland. Ik heb eerst tankje. Oké, Timmy is binnen een kwartier klaar. Waar is Timmy? Timmy is binnen een kwartier klaar met verpakken. Oh. Dan gaan we samen met aan het eiland. Ja. Dik is bij SB. Ah, oké. Okay. Welkom naar Kitana, welkom hè, Kitana. Hey Kitana. Gaan we Wajos? Wajos? Wat heb ik? Ik ook niet, Wajos. Even een tank vinden. Oh! Oh! Dat doet pijn. Nog 6 uur, nee, 5 uur en half. Ja, maar ja, nou, ESB die koopt er voor heel weinig geld op en dat is echt de moeite waard niet. En dat kost allemaal zoveel geld in zakjes en zo, dus ja, moeilijk. Hè? Veel snel repairen. Hey, nice, Matteotje. Lekker. Top. Klein is vrij, jongens, zijn alleen maar gevangen genomen. Ja. Overval gepleegd, dus ja. Wat wil je dan, hè? Wat wil je dan? Hallo? Bent u de mechanic? Hallo, meneer? Hallo. Meneer? Hallo. Bent u van... Hij praat. Bent u van... Ja. ANWB? Meneer? Ja, hij zei ja. Ik hoor mij het heel zacht. Meneer, misschien ga je even je stembanden iets verder zetten. Ik hoor hem helemaal niet bijna eigenlijk. Maar hij is niet van AWB, hij is er niet van. Ik ben AWB, nee, hij geeft geen. Wat is je pakje dan?
Ah, wegenwacht. Ah, excuseer meneer. Weten jullie waar de ANWB is? Hier. Ah. Gast, joh. Undercover. Ik heb geen idee. Oh, wacht, hoe dat ze. Nee, het andere padje aan dan normaal. Daarvan misschien een dief of zo, maar. Bedoel je, wat bedoel je, Zoxie, wat ik heb? Nou, we zijn van het klusteam, dus we moeten een goede bus hebben. Een goede bus nodig. Ja, en ik ben van het Chinese team. Nee, ja. Chinees? Ja. Ah, tof. Je gezicht is veranderd met een Oké. Okay. Gezellig. Kijk, Sjaan. Hey, top, dankjewel, hè. De motor zou nog open. Top, yo. Dus ik heb zelfs een factuur gekregen, maar yo, nice. Een gardeschipair. Altijd fijn. Oh. Weet je nu wat ding is? Kut, noemt dat nu weer? Jeng. Ja, hij moet nog. Maar er bijna klaar zijn, die Timmy, dus. Oké, ja. Komt goed, hopelijk. Ja, we gaan even op hem wachten. We gaan tanken. Ja, dan tanken, ja. Tank jij dan? Ah, oh, nee, ga niet, dat is juist. Ik zal wel tanken, zeker. Maar zoals je mond hebben wij 116 zakjes. Ja, dat is wel een mooi aantal, hè? Toch? Ja. I hope. Zeker verlagen, dan kun je maar zeker liken. Nog maar 3 likes doen, dames en heren, voor de 14, denk ik wel. Zeer fijn. Oké, lekker aan het tanken. Onze 16 zakjes. Hoe lang zijn je nu ongeveer live? Ik ben nu 2 uur live. 2 uur live, ja. 2 uur live momenteel. Leuk, hè? Gezellig. Hey, nice, let's go. Oh. Ah, een webcam vastliep, dacht ik. Nice. Helemaal vol. Net zoals Laurens gisteren. En dan bedoel ik niets anders. Misschien even wat in de hand krijgen, misschien. Dan toch om te wachten. Ja. Misschien is daar wel een goede ding of zo. Je gaat nog een 2 uur lang blijven, hè? Dat denk ik niet. Moet je hem eten, Laurens? Laurens? Ja. Ja. Met mijn vuist. Laurens het helemaal vol, Laurens. Met mijn vuist het helemaal vol. Op je gezicht. Oeh. Waar is de Hans nu weer? Ik ben even kwijt. Ah, daar. Oké. Okay. Zeker even liken, ik wil nog zeker even liken. Bij heel veel kijkers welkom. Zeker liken. Wordt echt gewaardeerd, dankjewel. En zeker abonneren, delen. Want nog maar 16 subs, nog namens niet voor de 8400, of voor de 8000 vond, dankjewel. Voor de 85k, insane. Dankjewel daarvoor. Ja, is goed, Laura, stuur mijn clip. Gevaarlijk hier, hoor, staan. Ja, even kijken, je hebt toch tijd. Meneer, bent u gehandicapt? Wat? Bent u gehandicapt? Zeker. Oké, dat is goed, jongen. Ja, gehandicapt de parking, jongens, ja. Gehandicapt de parking, ja, die parkeer, ja. Moet wel gehandicapt zijn natuurlijk, hè. Achter of wat? Sorry? Zit jij parkeer achter of wat? Nou, in bijberoep. Wat zeg je dat? In bijberoep. Verdient niet zo goed, hè? Dat is waar.
Ja. Dat is waar. Als je straks kwijt wilt, moet het bij mij zijn. Ja, hoeveel, heb je, hoeveel geef je? 82 per stuk. Oeh. Ja, wij verkopen voor 300. Ja. Sorry. Geen probleem. Oké. Zo, dikke waar, jongen. Maar je zorg je prijs? Dat mooi uit, hè. Maar joh, is er niet zo'n Rolls Royals? Ja, dat is het, hè. Zo'n Royals of zo. Iets. Die vind ik dan ook wel mooi, hoor. Hoeveel vraag je? Ook wel een chique, hoor. Deze, wat kost die? 150 maar! Maar hoe hard gaat die eigenlijk? Dat is ook wel een vraag, hè. Ik algemeen, eens om even kijken. Alsjeblieft. Geen idee. Ik ken de prijzen niet. 1k. Hallo, 1. 1k. Hé, dat is 150 maar. Maar ja, dus ik kan beter een nieuwe kopen, hè. Ik ben aan het testen, ja. Ik kan wel, deze ook wel. Nou, dit is zo standaard. Deze, jongen, 2 miljoen. Deze is ook wel een leuke, hè. Ook zo goedkoop. Maar, dat is dan zo'n dingetje. Maar zo weinig maar. Ik ga even testen, ja. Doe weer een test eigenlijk. Ik kan dan weer een test. Ah, ja, op E. Testrate. Ik weet het, want ik vind echt veel van deze auto's. Ayo. Ik zie echt veel van deze auto's, maar gaat die ook echt snel of niet? Ik weet niet of die snel gaan eigenlijk. Oké. 150, maar ik heb gelijk. 160, 170, 180. Oh. 180, oké. 190, net niet. Net 190. Ja, check kofferbak. Huh? Wat dan? Oh. Nee, je spant gewoon terug, Laurens. Kan niet. Spant gewoon terug. Dat vind ik niet echt heel wauw dan. Het gaat niet echt heel snel, hè. Op deze dan, de gezinsauto. 33k maar, wajo. Dat is echt zo'n gezinsauto, hè. Dat is ook wel een mooie. Dat is dan een, hoeveel verkoopt hij dan? Ik kom in een hele leasingklus of zo. Ik kan geen auto's testen. Oh ja. Maar op één klik op één. Ja, nee, gaat niet. Ik word meteen terug. Maar deze is toch sad. Hoezo ga je dat voor dezelfde prijs zetten? Dan kun je beter gewoon nieuwe kopen. 290, 215. Is dat een RS6? Oh, sorry. Je hebt test gemaakt, test rit. Gezinswagen, ja, maar ja. Dus kijk, hoe hard gaat deze? Zo, wij. Mijn honden. 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 net. Oh, yo, dikke auto. En het kan gewoon, zonder slippen. Maar is er een RS6? Ja, RS6, dat is een RS6. Dat is een RS6. Kijk dan, joh. Wel een goeie, hoor. Echt een snelle auto. Wat was de prijs er weer? Ah, ze stopt. Te laat. Hoeveel zat er te koop? Voor hoeveel? Even kijken. Maar ik zie geen auto's meer. Hallo? Nee. Ik zie geen auto's meer. Oh, oké. Okay. Gedaan dan. Hoi. Mag niet uit. Nou. We gaan hem terug weg, hè. Ik zie geen auto's meer, raar genoeg. Je moet het terug inspannen, ja, ik denk, ja, blijkbaar. En nu zie ik ze wel terug. Ja, ik sta geen angst meer, even terug weglopen. Nee, schrik. Wat doen die, jongen? Ik kan ze wel zien, kijk. Wat stond er nu eigenlijk? Ah, deze, hoeveel kost die? Dit is maar 195. Heel goedkoop eigenlijk, hè? Maar ja, op zich, nieuw prijs is 2k. Ja, parkeerwachter. Ja, ja. Heb jij interesse in een RS6? Ja.
Is dit uw RSS? Nee, ik heb een 2020. Nice. Ah, en kost die? Voor u 310.000, fully tuned. En custom kenteken. Jij hebt niet zoveel geld. Wat denkt u? Ja, ik heb niet zoveel geld, maat. Nee, heeft dit soort spaar daarvoor. Nog niet genoeg geld, sorry. Moet je meer bij je leverancier gaan die 300 levert, maat? Ja, ik weet het, maar we zijn volop bezig. Ja, toch. We gaan naar het eiland nu. Naar het eiland gaan we nu gaan. Ah, zo. Ga je zelf naar het eiland? Ja. En heb je al iemand om te wassen? Ja, Hels. Ah ja, oké. Correct, hè, jongens. Yo. Zeker. Ah, is die team hier klaar? Ja, zal wel klaar zijn, zeker bijna. Excuseer. Eens kijken. Oké. Wij gaan al naar daar. Oh, de brieven gestuurd. Wij vertrekken al naar daar. Yo. Kunnen kopen. Hoeveel heb je er? Het zou nice zijn als ze Milan kunnen scammen. Top. Die Milan Knol, hè, die stuurt van hoeveel ik zou kunnen kopen. Meisje Milan scammen. Ja, we gaan die sowieso scammen. ik kan 150 zakjes in. Of hoeveel kan ik hebben? Dit ook in caps. Deze man kan niet eens normale lettertype typen. Meenemen. Ach ja. Yo, meneer. Yo. Als goed met jou? Ja, man. Hé, wat bent u aan het doen? Ik zoek naar een auto. Ah. Goed zoeken dan. Maar ik zoek naar een C63 Fully. Oei. Ja. Wat zoek jij? Welke auto? Meneer, wat doet u? Nee, hij is een brom uitstaan. Hé, wat gaat je nu winnen voor dat? Kleine boy. Kom jij weg. Ja, moet je met Atten gaan staan. Wola. Hola, meneer. Of mevrouw volgens mij, denk ik. Geen 772. Volgens mij is het een mevrouw, denk ik. Ja. Volgens mij is het een mevrouw. Wou kun je niet rijden, hoor. Maar ik kan toch sneller. Yo, ik kan toch sneller. Nu zo remmen zo. Ah, ja, wacht. En de politie? Nee, dat is gewoon RSS. Oh, dat de politie was. Oh, maar die is zijn dingen. Top voor die motor. Hij had de fiets worden. Ah, nee. Hij had niet fiets worden. Oh. Was dat geen politie? Oh, nee, sorry. Oh, Robin. Ik hoop politie. Ja, maar dat is de andere kant. Ah, we moeten naar de haven trouwens. Plezierhaven. Dat is waar. We gaan Timmy wachten. Hoeveel vraag je voor... hoeveel vraag je per zakje? Je de Milan vraagt nu hoeveel ik geef per zakje, maar Kees hem vraagt hoeveel hij vraagt voor een zakje. Gewoon die zakjes pakken en dan weg. Ja, maar misschien vraagt hij 100, hè, of zo. Dat is ook goedkoop, hè, 100. Ja. En dan kan ik 5 van hem kopen, hè. Oh, ambulance. Nee, dat is politie. 100. Ik kan nu zitten in de middel aan 100. Ik weet niet wat hij gaat zeggen. Zegt hij, oké. Per zakje. Hij zegt nog geen nee. Hij zegt nu 100 euro. Ik zeg ja. Wie denkt van, yo, 100 euro per zakje, yo. Jonge maat! Wat boeien, maat? Gast. Wat doet hij? Wie de fuck is dat? Meneer, wat doet u dan? Meneer. Oh, gaat het? Oh, ik zag u niet. Maat, u rijdt komt met 200 km per uur. U rijdt met 200 per uur. Op het 80 weg. Niet, ik rijd 150 maar.
Ja. Ja, toch nog. Ja, sorry meneer. Dat is echt onverantwoord. Ja, sorry. Ja, godverdomme, hebben we een antwoord. Wat wil je doen, jongen? Ja. Ik kan een eiland. Wil je een pakketje, nee? Ja. Of is het geen pinket drinken? Ja, geen pinket, nee. Ja, dus dan mag je nergens geen aaien nu. Nee, ik weet het. Oh, ja, oh godverdomme! Oh, amai, mijn honden. Ja, wat een noob, jongen. Hij ging volop tegen mij aan. Ik ben ook geflitst, hè, daardoor. Man. Ben toch ook nog geflitst, hè. Dat ook nog? Ja, daardoor, want hij tegen me aanreed. Ik kreeg een mooi 80. Je bent niet te geloven, hè. En nice, Laurens. Dat is een plezier haven. Ja, wij gaan naar het eiland, Laurens. En daar komt Timmy ons misschien. Hopelijk komt hij eraan, ja. Hey, Robby, zou je zo'n boot willen? Ja. Moet ik een bus nog maken? Heeft u een repairkit voor mij? Ja. Ah, top. Kun je overmaken? Zo, so, insane zijn, dankjewel. Jullie ook hier? Jazeker. Wie is hier? Ja, niet tegen Laurens. Sorry. Ik kijk eens naar de kijk eens naar de beuken op mijn vin. Er is tegen geschoten. Ik zie geen enkele beuk. Nee, aan de andere kant. Kijk. Welke beuk? Zie jij hier, Robin? Ziet jij die kogelgaten niet? Kijk, die gaten. Alle kant zie je er ook twee. Ah, ik heb geen idee. Ik ben echt 10 keer echt bijna doodgeschoten. Zij het. Heb je een repairkit voor mij, Laurens? Ik heb er zelf eentje, ik heb er al lang. Ah, nice. Maar ik ga hier mijn zakjes verkopen. Ik ga nu zakjes verkopen, normaal gezien. Ja, kom. Ja, wij gaan naar het eiland. Ah, echt? Ja. Hoe? Een boot. Van wie? Heb je geen boot? Van Timmy. Ja, contacten, Laurens, contacten. Oh ja, contacten natuurlijk. Ja. Nou, succes. Ik kan nog steeds een 300 verkopen. Dat is goed. Succes. Zeker. Fijne dag nog, joh. U ook. Hey, welkom, dag Gune. Dat doe ik helemaal normaal, hè. Echt, hè? Waarom zit hij in boot? Allee, hè? Huh? Imagine, Robby, zou je dit boot willen? Deze boot? Ja, tuurlijk. Maar dat gaat echt keihard kosten, denk ik niet. Ja. Maar hoezo komt die, hoezo staat hij op land? Toch niet, roleplay. Maar ja, zij heeft een rood lampje, jongen, die gast. Maar joh. Maar het eet hard, hè? Wie ook danken, eigenlijk? Dat weet ik niet. Denk het niet. Dus we inrijden. Hey Laurens. Nee, ik kan niks zeggen. Niet inbeuken, hè? We willen er niet in beuken, hè? Nee. Al zijn zakjes weg. Nee. Was echt geniaal geweest. Zijn jullie boot, heren? Nee. Ja? Is dat jullie boot? Nee, maar hoeveel is er... Wacht. Ja. Heeft er iemand om zakjes aan te verkopen? Ja, maar die pakt momenteel niets meer aan. Je kan het aan mij verkopen. En hoeveel geef je per zakje? Voor 92. Nee, sorry. We verkopen altijd voor 300. 300? Voor 300 kan ik het ook best doen, maar 3,5. 3,10. Voor 3,10? 3,10. Ja, dat is goed. 3,10? Ja, toch. Ik moet het echt hebben, bro. Ik moet het echt hebben. Oké. Okay. Hoe gaan wij de overdracht doen? Het is nog geen kerstmis voor ons. Ik heb een hoeveel heb je daar? 116. Ah, je kan het in een speedo doen. En hoe doen we de verdeling? Ik bedoel... Dat we elkaar niet gaan scammen? Ik doe een aanbetaling. Oké. Okay. Jij doet 20 straks in mijn bus of zo. Dat valt voor je de rest in. Ik heb het andere gewoon. Oké, is goed. Top. 3,10, hè? 3,10. Oké, top. Oké, kom dan graag. 3,10, gast. Wat joh. 3,10. 3,10. Wat joh, is veel. Meneer, ik stond hier gewoon te wachten op je. Ah, top. Kun je hem me geven? Ja, het is wel een beetje druk hier, hè. Mijn ID is 1452. Thanks, alvast. Thanks, maat.
zou echt insane zijn. Uitstappen nu, nu uitstappen. Ah, gast, op de plezierhaven, wat denk jij dan? Heintjes. Oh, sorry. Hé, hey, kom maar naar die PostNL-bus, ja? Ja, is goed. Pas nu op, jongen Robin. Handjes, uitstappen nu. Nee, dat is geen wapen. Nee, doe maar normaal. Doe maar gewoon normaal. Nee, doe maar normaal. Wat ben je aan het doen, jongen, kluts? Moet ik gewoon verrijden? Ja, doe. Oeps, sorry. Tegen Chap, jongen. Yo, Timmy. Ik kan weg. Yo. Ik ga zo vertrekken. Ja, is goed. Hoeveel zakjes ga je mee? Hij rijdt in het water. 116. What the fuck? Oh, ze rijden in het water hier. Hij rijdt in het water. Nee, joh. Best B, jongen. Wat doe je? Hij rijdt in het water. Niet verkomen. Gast. Kijk, de motor zit daar. Maar waar is dat PostNL-busje dan? Ja, dat is ook ingevallen. Dat zie ik niet meer. Waar is dat busje? Oh, wow. Waar is het busje op toen dan? Waar is het busje? Ik zie het busje niet meer. Ik denk je die spant. Oh, dikke rip. Ja, sterrete. En welkom, dag Imke. Ja, rip die 3-10 dan. Maar ik kom 10 eigenlijk. Maar team is nu vertrokken, dus ik kom eraan. Ah, oké, ja. Yo, hey, mijn voertuig zit in het water gereden. Ja, ik zie het, ja. Ja, een beetje kinderig. Ja, eigenlijk wel. Ik ga even kijken of ik nog snel terug kan. Is goed. Nou, Timmy komt eraan, dus dat is ook al iets, hè. Klopt. Oké, die Milan die gaat verkopen voor 275, dat is goed. Dat ik ook een beetje klein winst gaat maken. Ja. Klein beetje, niet heel veel, maar het is iets, hè. Ik ga zijn mattie slaan. Wat doen die twee eigenlijk? Wat doe je, ouwe? Hij gaat zijn vriend toch slagen? Kijk hem dan. Wat doet hij? Wat? Wat doet hij? Hé, hey, je zou maar letterlijk zo'n speler zijn, nou, hè? Maar wat gebeurt er eigenlijk? Wat doe je niet? Nee, je zou maar zo zijn, joh. Ik heb makkelijk een auto. Je zou mijn auto maar het water in beuken houden. Ja. Jullie gaan straks naar Dubai, jou allebei. Ja, staat. Wat gebeurt daar, jongen? Wat gebeurt er hier ook eigenlijk? Is grappig, bro. Is dat Timmy? Nooit. Nou, ja, de speedo. Wie bent u, meneer? Wat zegt hij? Ik heb geen idee. Wie is dat? Ik weet niet, ik ken hem ook niet. Hey, welkom, dag Jan, welkom met Janotje, welkom. Ja, zullen we wachten, hè? Ja. Meneer, alles goed? Ja, weet je, dat is jammer. Ja, inderdaad, ja. Maar hoezo ging je ook naar de rand rijden dan? Ja, ik wou eigenlijk die motor, wou ik beuken, zodat mijn vriend gewoon zijn motor wikkelde. Ah. Maar ja. Oké, dat begrijp ik wel. Nee, dat begrijp ik. Dat is goed, joh. Ja, sterkte zou ik zeggen. Wat? Sterkte. Ja, bedankt. Tim is er, denk ik. Zie, is Tim hier niet? Ja, wat? Ik dat net een busje zag. Ik zie je ook niet voorlopen. Ja, hij moet wel erin komen. Oh, is dit? Hallo? Dit is Tim niet. Nee, ook iemand anders. Ik ga even parkeren, denk ik. Ja. Maar waar ga ik parkeren? Dat is een grote vraag, hè? Ja, hij moet wel echt wel aankomen. Ah, daar is hij volgens mij, denk ik. Ja, daar denk ik. Ja, daar. Was in dat geit in dat... Ik denk het. Ik weet het niet. Wat nee, gebeurt hier allemaal, jongen? Maar er zijn ook van die squeakers hier, hè. Dat is toch Timmy, toch? Ik weet het niet. Er komt... Kijk, die PostNL-bus, man, joh. Nee, zeg.
Ja, stjongen. Ben jij in deze? Ja, stjongen. Ben je nu dood of niet? Ja. Wat? Ja, je wordt report, maat. Ja, we zijn moordenaar. Zijn ID is 1889, ja? Je hebt hem dood. Ik heb hem ook al een paar keer report gemaakt. Ja, ja maat. Maak een report van hem. Hij is je hebt hem verbrand. Wat heb je gedaan? Ik niet, nee, die bro die in die E. Hey. Die guy in die C63 heb ik fucking hard aangereden. Ben je het ID nog toevallig? Ik heb van één guy die nu dood dat, is. Dat was puur express, dat was echt puur express. Hij is ook gelijk gepeerd in de game ook. Ja, weet je, heb je zijn ID? Nee, alleen die van die andere klote, die 1889. Was dat niet gewoon Victor, maar dan met een voice changer? Ik heb hem niet eens gehoord. Ik had hem wel gehoord, ja, nu niet, maar. Ja, wat een gast, ja. Man. Piep onze zakjes. Ik zal even kijken of hij nog ergens is. Ja. Tun. Even de report sturen nog weer. Man. Maar je hebt niet iemand zijn ID dan kunnen pakken. Hmm. Ja, maar dat was ook opeens, hè? Opeens was hij daar. Heb je die poortje aangemaakt? Wat zeg je? Heb je die poortje aangemaakt? Ja, ik ben aan staf aan het sturen. Ik heb ook een bodycam staan nog, dus. Oh, dat is super. Ja, ik had die guy net. Die heeft iemand vroeger een clip op, maar die had ik dus niet. Maar nu heb je er eentje wel top. Oké, nice. Dan is die sowieso op vakantie. Maar ja, we hebben zijn ID niet, hè? Nee. Begin ID. Die guy die staf kan zijn dingen omzien. Ja, daarom. Zo, dus. Nou, waarom ook opeens dan? Sorry. Heb jij een boot gereden? Was u dat? Ik weet wie dat is. Wie is dat? Die RSS. Ja, met nee, bro, die C63. Nee. Kun je zijn ID pakken? Ja, zijn ID nu snel. Ik heb zijn ID. Ja? Je hebt zijn ID. Wat, je zat mij ook iedere keer te pitten. Ja, maar wat is zijn ID? Wat, ik ga even zeggen. Ik even doorsturen. En 494 ID is er ook een klote. Dus als je dood bent, ja, ik weet het. Xiano, maar ja, we zijn doodgemaakt door ook niet echt de juiste manier, Xiano. Dan kunnen we degene die ons doodgemaakt wel. Ik denk dat ze fucking reporten. Leuk zijn aan deze twee mannen een beetje doodgereden. Wie heeft dat genomen? Ja, zo'n guy in de C63. Ze zijn hem al gekomen met Lop. Oh. Die heeft in een tankstation gereden, of wat? Ja. Man. Hebben ze een ID nog? Oh my, jullie zijn twee zwarte kuikens precies. Oh my, ziet dat dan? Maar helemaal af. Oh, dat is die. Ja, kun je zijn ID pakken? Pas ID! Hé, hey, mijn kutbus, jongen. Wat is zijn ID? Wat was zijn ID? Zijn kutbus, jongen. Wat is die ID? Ja, had geen ID. Fucking idee, maar kan iemand. Hey bro, ik ga erachteraan. Ik ga erachteraan. Ja, maar ja, ik ben zo'n ene gast, Matthias, die gaat ons aan. Ik kom terug. Ik moet dekking zoeken, man. Allah Akbar. Jongen. Hé, hey, wat ga je die koffer kijken? Wat dik is. Ongelooflijk. Hey, hou je met jouw dikke mokkel af en. Kun je niet gewoon. Hou jouw bek op bruine chocolade. Laurens, doe normaal, maar kun je niet gewoon het IP pakken? Nee, ik ga er even achteraan. Ja, hey, top. Hey, mijn bus! Klamertje. Mijn bus! Ik ga echt ben. Hey, ik heb zij die. Wat is het? 1894. Hey, jongen, wil ik niet burn ben? Oké, 1894 is zijn ID. Yep, ik heb doorgestuurd naar staf. Yo. Ja, kijk dan, wat doet hij? En welkom, dag, welkom naar Sleepy. Yo, dan welkom naar Baske. Hey Baske, welkom. Ja, man, toch. Ongelooflijk. Ik heb eerst snel mijn stream verklippen, jongens. Even een clipje maken van de stream.
En even doorsturen naar staf, want dit kent u niet, hè, wat er net gebeurde. Kan niet. Oké, clip even aanmaken. Wat ben je aan het doen? Ja, iemand is ons aangereden. En daardoor is het doodgemaakt. Beetje spijtig, maar ja, het is nu eenmaal zo. Moment hè. Even een clip aan het maken van mijn eigen stream. Kijk, we worden ook weer aangereden nu, hè? Oké. Aangereden. Fragment delen. Even doorsturen. Kopiëren. Mijn ID is 1452. Worden nog altijd overreden. Oké. Ik ga het over met die bondjas. En ik ga ze. Hé bro, je gaat me repair in het geest helpen. Ik ga je simpel. Oké, de mop is met, op de stap is mee bezig. Ja. Gode boven ons. Kunt u mijn auto inpouwen? Heeft die letterlijk daar... Staf, dit is een echt goede legend ouwe. Staf, kunt u mijn auto inpouwen? Deze mannen die hier liggen zijn ook onterecht doodgaan, broer. Kunnen jullie mijn auto zielen? Ja, hij is er weer! Ja, hij is... Meneer! Had u nog die zakjes? Hallootjes? Hallo. Yes, stop! Had je nog die zakjes? Ja, mijn bus is ontploft, maat. Oh ja. Alleen mijn bus met 16 zakjes is ontploft. Alleen ligt dood. Wat zei je? Maar ik ben Timmy? Oh, sorry. Ja, maar nu niet twee keer, hè? Nee, sorry, dat ging kronkelijk. Maar wat zei je? Ben je Timmy? Oh, ik weet niet. Wie bent u? Ik ben degene waar je zakjes aan wil verkopen. Oké. Ja, mijn bus ontploft, maat. Ja, die kan je terugkopen voor 1000 euro in die gele cirkel dan. Wie gaat dat geven? Robin! Ja, stel mensen. Alleen maar zijn ID even heel snel. Oh, Alain, hoezo lig jij nog dood? 1675. Zeg nog eens? 1675. Jongens, ook nog zeker een lach. Oké, top. Ik heb een bus proberen uit te halen. Moet iemand zakjes hebben? Ja, maar mensen. Laten we echt vol op iemand aangereden. Nou. Zijn je voeten? Ik betaal 1000 euro, maar ik krijg niets. Hoeveel kilo gaat in een Bronco? Ik krijg mijn auto weer niet, hè. En hoeveel kost dat? Zakjes inkopen. Ja, mijn auto is weer kapot, hè. Echt mee. Weer 1000 euro gemaakt, hè. We hebben 1000 euro betaald voor niets. Ik vind dat echt veel te veel geld altijd. Waarom probeert u mijn bus te jatten? Oh. Doe juist helemaal niets. U wilt even meeliften? Nee, eigenlijk niet, nee. Hallo. Oh. Hallo. Nee, mijn bus is kapot. Kut. Een stafje nog. Hey, nice Nijl. Gezellig. Oké. Zo. Wat zei je, sorry? Plak ze je zakjes niet kwijt, hè? Ja, mijn bus ontploft en ik kan het niet terug uitkrijgen. Kun je het niet terugkrijgen? Nee, ik heb heel cirkel gestaan, 1000 euro betaald, maar zegt er zijn geen voertuigen. Ja, alleen ik heb die doorzoek, maat, naar de staf, maar ik moet even nog bekijken.
Mij is goed toch Nova? Zeker is goed Nova, sowieso. Mij is goed. Maar ik ben altijd 1000 euro, maar dan krijg ik nooit mijn voertuig terug. Ik heb echt al zoveel duizend keer, of zoveel keer 1000 euro betaald voor niets. 115. Echt al heel vaak. En welkom, dag Matthias, welkom. Ja, ik wil best meegaan, maar mijn bus. Echt sad. Nou, kun je even doen natuurlijk. Kijk, ik heb proberen hier misschien. Bij het groene ding dan. Pak voertuig. Kijk. Maar dat is het ding. Ik betaal weer 500 euro nu. Ik heb weer 500 euro betaald en ik krijg helemaal niets. Ik wil een waypoint naar Blokkenpark, maar ja, ik kan het niet uithalen. Waar heb je je busje voor het eerst geparkeerd? Ja, Blokkenpark. Kom mee. Oké, is goed. Ik ben nu 1000 euro kwijt, hè. Gewoon puur aan dit, hè. Echt sad. Ik vind het echt sad dat je zo moet betalen, altijd, dat je niet, toch niets kunt krijgen. Ik ben nu 1000 euro kwijt voor gewoon, ja, sad. Alleen, ik ben levend gespawnd, Alleen. Een star heeft mij terug levend gemaakt, hè, maar ik heb ook een oude ID doorgestuurd net, maar nog niet bekeken volgens mij. Hij lijkt wel die teaming, man, joh. En zeker lang, tijdens hebben we nog maar 7 likes nog dames en heren voor de 15, denk ik wel, heel erg fijn. Je lijkt, Goed, ik lijk. Ik ga even maar subitere starten. Is goed. Hopelijk zijn zakjes niet kwijt. Ja, maar ik ben weer 1000 euro kwijt, hè, nu. Want nu moet ik weer 1000 euro aan betalen. En als ik nu weer niet bij zit, ben ik nog een 1000 euro kwijt. Ja, echt zet. Het is omdat er illegale dingen in je voertuig zijn. Ja, daarom. Je hebt nog die map. Ja, had ik nog over. Oké, hopelijk zit het erbij. Zakjes nog, anders zou het echt heel sad zijn. Alles heeft voor niks gedaan. Eens kijken. Laten we hopen. Hier zit er nog in, top. Nee, zit er nog in. Timmy, zit er nog in, maat? Zit er nog in? Kijk, hij is nu op slot. Zit er nog in. Echt erop letten, man. Ja. Maar alleen de ziekenhuis die spawnen. Alleen dat vindt de ziekenhuis gespannen, kan nog meegaan naar het eiland. Zou goed zijn, hè? Nou, anders even, ja, ik weet niet. Je moet ook even komen, Timmy. Het zal wel achterna komen. Oh, wacht, hier is een flits hier. Ik heb al een paar keer geflitst hier. Ik weet niet wanneer Alleen kan respawnen hier, maar. Zal hem werken zeker. Is er een politiemotor daar? Is dat deurig gedaan, zei. Ik ben ook zo vriendelijk, hè. Timmy lijkt echt, hè, van jou. Hallo. Ik ga even restarten nu. Is goed. Is goed. Niet daar aan parkeren, hè? Maar ik zal het. Een plekje vrijgemaakt, meneer, kan daar parkeren. Eén simpel hoor, man. Je maakt je eigen gang eigenlijk aan, maar dat is moeilijk, dat is niet zo simpel gedaan. En hij is curvy, zeker doen. Ja, alleen een soort gaat sowieso respawnen. Dat kan wel, Kielan, maar dat is niet zo heel simpel. Ik weet ook niet of iedereen kan aanmaken, zomaar een gang. Ik weet dat niet goed of iedereen dat kan, zomaar een gang aanmaken. Wow, ambulance, wat doet u dan?
Hoezo slaat ambulance? Wat gebeurt er? Geen idee. Ja, Alain? Nee. Ja, Alain is spawned, nice. Maar Tim doet ook even respawn, hè, Timmy? Ik ben er. Nice. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat doen jullie? Grondkind, jongen, echt. Ik knipper even. Eerst goed. Ja, Timmy komt eruit. Hij moet even van het knipperen. Hopsa. Oh. Wat? Robin? Ja? Oei, wat deed jij dan? Fuck. Is open. Ja, zullen we even Stan aan sturen. Oh. Wie is nou ook die R6 eigenlijk, Jan? Wie is die persoon dan? Wacht, hè. Top. Oké. Ja, team is aan het opstarten nog, het duurt wel lang. Ja. Het duurt echt redelijk lang. Ja, dat die klaar is. Ik ben daar gaan stoppen. Ja, is dat Timmy? Hallo Timmy? Volgens mij is dit Timmy. Nee, toch niet, of wel? Denk het wel. We kunnen eigenlijk naar het eiland gaan. In de haven, hè? Ja. Yo. Nee, ik ben live vanavond, maar het is niet live vanavond. Nope. Niet live. Oh, zo komt hij niet. Ja, hij zal wel komen. Of moest er weer onver worden gereden? Ja. Yo. Ai. Niet het. Oh, Robin. Man. Was dit heel close, hè? En morgen live. Morgen ben ik live, ja. Yes. Zal ook waarschijnlijk alleen in de middag zijn, denk ik. Ik weet het niet, morgen. Ja, mijn maas alleen in de middag. Ja, maas niet wel. Ik ga even mijn pull aan doen, dus echt koud. Is het koud? Ja, ik heb echt warm in mijn kamer met mijn pc die echt na kan blazen is. Waar is de haven nu aan dat ding? Wacht even. Is goed, eind tot volgende keer, maar dat was heel leuk, Dukilan. Waar gaan we dan live? Ik ga nog zien, Jano, waarmee ik morgen live ga. Amai. Oh, het ticket is ook al bijna. Echt, nice, Glen. Heel toevallig, Glen. Oh, joh. Heel toevallig. Oké, hoop ik om Timmy erop. Ik wil nog een telefoon gaan kopen nu, maar ja. Oh, ja, dat doe ik later wel. Dat komt goed, ja. Oké, maar ik zou nog echt gewoon hier bij die pomp, hè. Ook ja. Heel erg slim, maar ja. Ja, maar ja, welkom begon gaat er nu ja. Ook daar tegenaan. Ik had ook niet verwacht dat hij me zou aanrijden, maar ja. Maar ik heb ja. Het team bellen. Team ging toch achter ons komen. Ja, leuk, Neil, dat je ook klaar bent. Ik ben ook live, Neil. Maar je bent al die lampen aan het kapot maken. Klopt. Timmy, antwoord niet. Hier. Is hey, het Timmy. Is dat Timmy? Nee, mij is dat niet Timmy. Oh, ik heb ook een geel lampje nu, zei het. Jawel, toch, dat is Timmy. Top, thanks. Weet je ook hoe lang? Ja, wacht op Timmy, hij is even, ja. Timmy, hallo? Ja, hij is al. Ik hoor hem niet.
Ja, ik was even. Timmy. Door de regen heb ik lijk. Timmy, hallo. Robin, deze heb ik mijn boot gaan halen, hè. Maar waar is de boot dan? Sta daar. Ja, haal hem dan. Voor me. Ja. Ik weet niet waar aan zijn boot zou staan. Ja, hoor je. Waar staat zijn boot dan? Robin, doe alsjeblieft. Daar, die rood. Daar. Deze rode boot. Ja, anders zou hij niet naartoe gaan. Ik ga dat. Nou, nee, Robby. Maar die camion's aan de weg. Wie hoor, daar komt een dikke boot aan. Ja, maar die camion is ook wel in de weg. Wou je nog die zakjes verkopen of niet? Nee, sorry, maat, ik ga naar Eiland. Waar is hij nu? Meneer met de vet, maar ik kan even een beetje opschuiven, alsjeblieft. Ik kan niet zo uitstappen, zo niet. Hallo, meneer? Meneer met de vrachtwagen. Hallo. Of ik kreeg een vrachtwagen in het water, hè? Hallo, ja. Meneer. Niet achter. Ja, doe. Ja, maar ja, Neil. Of, want ja, ze moeten nu doen. Timmy. Waar is hij nu? Waar is Timmy nu? Nee. Huh? Oh, daar is hij. Dat zwart is een boot. Ja. Hij heeft een zwarte boot. Ah. Dat is verder, Robin. Verder. Iets. Nog een beetje? Ja, nog een klein beetje. Ik zie het ook al. Ja, ga niet in het water. Je kan echt nog verder, hoor. Het is echt goed zo, dit is goed zo. Ah, kom. We gaan het eruit pakken. Maar wacht, want... Timmy. Laat maar in. Oké. Help je mee? Inladen. Het is niet met mij uitgepakt. Oh, wacht, ik ga even... Uithalen 30. Oh, hè? Ah, nu wel. Nee, ook niet uitgepakt. Dat is soms echt raar. 30. Maar is die al vol of niet? Zit die al vol? Nee, nog eens 40. 40 nog. Kilogram. 40? Hoezo 40? Kan dat niet? Nog 10 in de boot. En dan moet je nog 20 of nog 10 andere uitpakken. Ja, wacht, nog 10 de boot. Ah. Ah, het is al op, het is op. Ja, nee, het is op. Nog 10 in voilà. De boot en ja, 20 apart. Nee, ik ga even op mijn auto zitten. Hè. Even in de garage plaatsen. Ik ben heel benieuwd, echt heel benieuwd op het eiland. Wat dan te doen is en te zien is eigenlijk. Hè. Heel erg benieuwd. Oh. Oké, top. Let's go. Wie is dan aan het kijken, jongens, eigenlijk? Zeg even, ik als je nog kijkt of luistert, of benieuwd. Altijd wel benieuwd. Wie of wat. Thanks alvast. Ik, thanks Matthias. Ik, Sleepy. Thanks Sleepy, leuk. Eiland, leuk. Ja, daarom, ja. Ja, ijzer. Yes. Hallo. Ja, hoor je, Trimmy. Ja, ik hoor jou. Ik hoor jou. Timmy. Hoor je me? Ja. Ja, hoor jou. We horen jou. Ja, dit is ook Matthias Eiland. Timmy. Dit wordt gescampt, hè, Kenna. Hij hoort ons, denk ik. Timmy.
Hallo. Nee, Robin, nee, nee. Kom maar onszelf, joh. Nee, wat doe je, wat doe je? Nee, 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 grapje. Ik hoor je niet, maar wij hebben jou wel, Timmy. Ik ga weer stappen. Ja, weer gestart. Stap uit, Robin. Maar... Ja, ik ga even fixen. Ja, maar niet reloggen, hè. Eén iemand moet liggen. Ga jij liggen, Robin? Doe jij maar, ik weet het niet moet. Allee, dan niet. Maar niet reloggen, hè. Nee, ik ga niet reloggen. Oké. Dat mag niet. Ah. Ik weet de regels, hoor. Ja, maar nee, maar dat je dacht, ja. Ik kan niet reloggen. Of ik kan niet liggen. Ik ga niet reloggen. Hoe lig je? Welke spier? Of is dat u? Ja, dat is toch een ding, hè? Ja, maar ja. Oh, nee, dat is niet liggen. Praat ik hier? Hallo? Dat is met u. Dat is met u. Nu. Het is gefixt. Dat is met u. En dan moet je iets aanklikken. Ja, waar? In godsnaam staat dat hier. Ja, wacht. Ik moet eerst mijn aanklikken doen. Oh, nee, 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 nee. Oh, nee! Nee! Het zou echt zo moeilijk zijn. Je vriend gaat moeten liggen op de boot. Ja. Maar hoe lig je dan? Het is bij u toch, of niet? Wat kijk ik in, ja. Echt een West-Vlaming, hè? Een echte West-Vlaming in die. Welke spier is dat nu weer? Maak je het op. Vijf. Ah, Nico rijden dan. Nee! Godver... Alleen niet gaan zwemmen steeds. Stap maar in. Ja, ja, ik kom aan. Oké. Alleen een keer. Vijf. Dat weet ik niet eens. Altijd vier volgens mij. Ja, grappig Robin. Vijf. Ja, dat doe ik, maar er gebeurt niks. Of slash liggen. Ja, dan ga ik wel liggen dan. Ja, stap op. Ja, wacht. Ik hier gewoon liggen? Kom aan. Ja. Alleen, gast. Gast. Alleen, jongen. Gast. Ja, ik zit lekker op je kop. Gast. Gast, alleen, jongen. Ja, let's go, zou ik zeggen. Gezellig. Bot ik toch? Nee, nee, nee. We gaan met iemand anders, Joost. Iemand anders een bot. Gast, alleen, zwem een beetje op, jongen. Even een beetje plek. Een beetje ademruimte. Ja. Kijk, klik even op F. Klik even op F. Nee. Roen, ik heb F niet getaid. Ah, daar tegen ons. Tegen ons, hè, maat. Ik was aan het bellen. Is eigenlijk ver, wie varen? Ja. Hoe lang? Dat is hier, Robin, kijk. Maar hoe lang is dat varen dan? Oh, 22.000 feet. Zo lang? Maar ik heb zoveel tijd niet meer, hoor. Ik heb echt zoveel tijd niet meer, oprecht. Hallo? Heb je echt geen tijd meer? Ja, hoe lang denk je dat duurt? Alles in totaal. Alles. Ja, dat duurt denk ik niet zo lang, alles in totaal. Nou, moet eens om het... Yo! Wat doe je? Ik doe maar niets. Nee, ik ga erin, Robin. Ik ga erin. Nu moet je even terug. Je mag gaan... naar de min. Wat doe jij? Hoe kan ik kreeg staan? Ja, dan blijf daar. Maar het werkt gewoon, denk ik, hoor. Als je het nu uit had, jongen, ga je het zo uitlachen. Het werkt gewoon, dus kijk dan. Kijk mee, hè. Ah, het werkt gewoon, het werkt gewoon. Yo! Ja! Yo! Yo! Hé, wat als je vangen? S-bier op, ja. Oh. Dat werkt echt niet, hè, dat F5. Dat werkt echt... Ga maar, ga maar, ga maar. Je ligt weer op je plaats. Ja, ik lig weer hier. Gast, jongen. Jongens, toch. Wat een man, kunnen we mee op onze laatste. Maar hoe lang gaat dat duren, denk je? Volgens mij niet al te lang, hoor. Nee. Oh man. Ben benieuwd. Echt heel benieuwd. Wacht hoor. Oké. Okay. Wat een chaos eigenlijk, hè? Zo bij Coolblue zijn is het niet zo heel veel niet meer. Ja, nee, ik is goed, ja. Moet je dat in het water, maar echt hoor. Wat is de prijs dat je gaat geven? Ja, 4,50 toch? Hm? Wanneer, of, toch was het toch 4,50?
Ik vroeg 10k. Maar ja, veel met je zakjes. 16k, 30 ja. Zakjes. 16k? Ja, per per zakje. Per zak, ja. Per 30 zakjes. Ah, per 30 zakjes? Ja, maar hoeveel zakjes hebben wij? Dat is ook nice, ja, ze zijn 116 zakjes, denk ik. Oh wel, dus wij verdienen 90. Hey, nice, zeg doen, Kirby. 5 ton? Heb er 100k. Maar 5 ton is toch 5. Hoeveel is 5 ton weer? 40k? Heb er 100? 116 hebben wij, 116. Ja. Dan verdienen wij ongeveer 50. Ja, denk ik. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Zeg, hoe lang duurt dat nog, ja? Het is nog zo, het is nog mega ver. 62k. Maar bij mij alleen al, hè? Wauw. Ik heb alles geplukt. Dat of, is van mij ook, ik bedoel, hè? Alles verpakt. Die map komt ook van mij, Mas, gast. Goed verdelen, hè? Ik word opeens rennen doodgemaakt. Ik heb het meeste map geplukt. Ja, maar... Ik heb wel alles verpakt, hè? En zakjes en zo. Ja, oké, okay, maar ja. Je weet wat je gaat doen? Ik krijg 3/4 dan. 3/4? Ja. Ja, is goed. Dus als we 50 gaan verdienen, dan verdien ik. Hoogstens. 15k? Eet minder. Of ja, 15k ongeveer. Ja, 12,5 hè? 12,5. Dus ik heb leuk voor de stream, hè, naar Eland. Ja, echt hoor. Hopelijk worden we niet gerept. Nee, ja, daarom, maar het is erom, ja, 3/4. Oh, zie je, oh, dat is een boot, dat is een bunker. Nee, een restore. Oh, half uur. Oké. Okay. Dat komt. Ja, nee, brood, ja, ik geef hem mijn allerliefste, knapste vriendin, ja. Maar iedereen heeft bijna lijk. Ik heb geen lijk. Ik heb ook geen lijk. Ik hoor niet meer, maar dat wel. Is dat zo'n grote, is dat een jacht of is dat een duikboot? Dat is een... We zijn een oorlogsboot. Een duikboot, Robby, weet je, u wat al een duikboot is, gast? Ja, tuurlijk. Dat is toch geen tuig? Maar ik zit er niet goed, hè? Dat is gewoon zo'n dingen, zo'n... Oorlogsschip. Een ja, vliegdekschip. Zo'n, nou, noem je zo die schepen, ik weet niet. Waar vliegtuigen op kunnen landen, ah, ik ken het, ja. Oh, ja, ik zie het eiland al in zich. Ja, daar is het eiland. Moet ik hem meedoen? Even liken, maat, en jonen. Op zich vet zijn. Even jonen. Nee, dan kun je het overvallen. Oh. Echt? Ja, als je in een gang zit. Oh, joh. Maar zijn echt mensen die dat willen kopen? Of het kan nog zijn van ja, we kopen niks? Of, Nee, dat kun je niet kopen, denk ik. Nee, maar bedoel van. Op mensen op het eiland zou nog kunnen van ja, er gaat niemand niet zijn? Of is het van. Of is er altijd iemand die koopt? Er is altijd iemand. Oké, okay, dat is goed. Hopelijk is het nog steeds dezelfde passie, of anders moet ik het uit gaan zoeken. Yo, welkom de burger, welkom door een zekere flag, thanks you, flagjes. Oh, je is ook een autodealer. Ik ga mijn auto dan nemen. Ah, heb je ook een auto hier staan in de garage? Ja, al zou je hier naartoe gaan, denk ik. Man, ik ben hier echt één keer geweest in echt GTA, voor de rest ben ik nooit niet geweest. Wel mooi hier, hè? Ja, hè? Niet heel lang meer, Bjorn. Ook kan je zelfs tanken met een boot. Ja, dan kijk je, daar zie je. Kijk dan, ja, je bent echt vet hier. Maar kun je ook zeg maar varen in echt GTA naar hier, of niet? Ja. Echt gewoon zoals nu. Ah nee, dan moet je toch alleen die missie toch doen? Ja, daarom. Hoe kan ik terug stoppen met liegen? Hoe kan ik stoppen met liegen? Hoe doe ik dat omhoog? Ga ik naar omhoog? Kan ik stoppen met liegen? Ah, SP, ja. Hoe kan ik stoppen met liegen? Alleen! Ah, wat weet ik toch niet? Ik doe iets. Wat moet ik doen? Alleen! Doe X, Robin. Doe X. Oké. Okay. Oké, voilà. Ah, jij de, waar we nu de maps eruit halen is, hè? Of ik de mapzakjes? Wacht, ik ga even mijn auto. Oké. Maar sta op slot, sta op slot. Ja, is op slot. Hier staan we dan. Die boot, zou die op slot zijn? Gast, ik val van die boot af. Ik val van die boot af. Ik ga even eraf. Die staan hier gewoon. Ja, nu val je van de boot af, ja.
En nee, daarnet ging ik er zo van de boot af. Ja, maar mensen, daar zie je. Helemaal op het eiland, joh. Maar echt mooi, wel mooi hier, hè. Kijk dat jacht ook, joh. Kijk dan dat jacht. Ongelooflijk, dat jacht. Oh! Dat is wel lijpe wai. Waar is een auto dan? Hier. Ah, dat is een auto, nice. Ah, ga jij jullie pakken? Dan, Is hem open? Dan loopt tot de auto, of de bot. Ah, ja. Je hebt al uitgenomen. Ah nee, oké, okay, ja. Oké. Okay. Ja, alles doet op slot. Ja. Wat een beveiliging. Hoeveel kan eigenlijk in die auto? Nou, dat gaan we zo meteen zien. Ja, die team is het wel echt AFK en dan weer niet. En... Nee, maar er is een probleem met zijn mic of zoiets. Nou. Ik heb echt geen tijd voor. Kijk, hij is bezig nu. Dus hij komt. Moet binnen een kwartier eten. Ik zet een boot dichter. Ja. Die stond nog goed. Wat is hij aan het doen? Oh, het duurt allemaal zo lang. Al zo onnodig lang, snap je? Ik moet gewoon even naar hier komen en dan die bus even overdoen. Ja, ja. Yes. Hoeveel gaat er winnen? 25. Of 75. Ja, dan moet je voor info ja. Bijhouden. Maar nu is er ook nog bij, ja. Heeft er toevallig iemand van jullie een broodje op zak? Nee, sorry, echt helemaal niet. Nee. Oh, wacht even, ik heb nog 16 mefzakjes in, hoor. Ja, ja, maar aan bij, aan bij. Dus dat kunnen we uitladen ja. Misschien? Dan moet ik al het werk doen hier. Het uitladen, dus toch alles... Waarom, ik heb nu geen thee. Nog 10. Ja. Heb je geen anker of zo? Dat ding drijft iets weg. Ja, ik weet het. Ik moet echt al het werk doen, of wat? Ja, alleen, er zijn nog 10 zakjes daarin. Kun je even uit nog halen, de bus zit vol. Ah, uit de dingen? Ja, nog 10. Op zak hem. Ik heb nu 30 op zak. Oh, oké. Okay. Wat wil je geven in totaal? Maar ja, 45 was ook in totaal. 10k, hè? 10k? Ja. Voor wat? Voor gewoon een keer te brengen, maar had. Moet ik rijden of zo? Wat blijft Alain nu dan? Hij is in het water gevallen hoor, die Alain. Ja. Kan ook niks hè, man. Hoor je me trouwens goed? Ik hoor jou. Ik ga eerst mijn boot terugparkeren. Ja. Man. Ik ben er. Oh nee, niet instappen. Oh, de deur open. Komt hij of... Yep. Ik wil rijden, kom eens mee. Nee jongen, nee, niet doen! Robin! Au! Stap in! Stap in! Moet hij niet meegaan? Ja, maar dan moet hem betalen, ja. Robin, doe je deur toe. Robin, doe je deur toe. Betalen? Ja, hij zegt 10k, ja. Gast. Dat is echt heel veel. Ja, kom jongen. Waar is de plek ergens? Stil, dit is nu gewoon zijn auto. Ja, hij vraagt 10k, jongen, man. Pas op. Yo. Waar is de plek eigenlijk? Makkelijk. Moet jij de verkoopplek zijn? Ja, nee, gast. Denk je dat ik hier eerder ben geweest? Nee. Ja, dus? Maar ik vind het niet, hè? Nee, want ik wil het wel roepen. Ik ga het wel roepen. Ja, Ella, wat komt jij hier doen? Oh, Timmy belt. Jij hebt een bericht van Timmy. Ja, Timmy. 5k wordt het. 5k? Nee, oké, is goed, dan komen we terug.
Als je echt niet kan. Nee, is goed. Jij gaat goed. Jij gaat goed. Ben ik meer koud. Ja, is goed. Maar, dat is veel, hoor. Dat is ook eraan, onder... we eraan. Dat is ook omdat ik mijn tijd inst... Ik... Ayo, oh, pas op. Ja, klopt. Ja, het zit mijn tijd in mij. Klopt. Ja, nee, nu weer die fucking oude bij kapot maken. Helemaal niet. Helemaal niet kapot. Yo. Yo. Jij komt, hè. Je kan, nee, je kunt niet joinen op de PS5. Nee, helaas niet. Het was heel leuk geweest, niet, maar ik kan helaas niet. Nee. Maar waar is hij nu? Daar loopt hij. Waar zijn dan? Ik ben daar. Yo. Ik ga erin. Ik weet de locatie. Nee, ik niet. Kom, Robby, gaan we van achter. De Robby, jongen. Meneer. Hallo. Hallo. Is het nog steeds dezelfde locatie? Ik weet niet, ik heb net al gekregen van Villa. Ah, oké. Villa? Ja, go, go, go. Stel dat het zou kunnen, zouden er veel meer spelers zijn. Ja. Maar hoe bedoel je, Matthias, veel meer spelers? Maar het ding is, jij hebt een boot nodig hiervoor. Of een helikopter. Oh! Nee, niet crashen, hè, maat. Jongen. Had ik beter nog gereden. Ja, het ding is, je hebt een boot nodig hiervoor. Maar ik kan een boot wel kopen. Maar eerst geld fixen, hè. Dat is het ding eraan, hè. Je moet de geld fixen. Dat is niet heel simpel. Een boot kost 150k. Je hebt ook een van 75k. Oh! Welk? Je hebt ook een van... Kan ik een boot kopen? Een movie. Ah ja, dat wel. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is juist. Zoveel busjes hier. Van jou? Dat is wel heel veel. Dat is nu wel even... Gewoon als ze straks... Stop maar uit. Jo. Haal de zakjes uit. Ik heb er al 30 bij. Nee, ik ga... Ja, uit het eiland, Matthias. Ja. Ik weet het niet eens wat ik moet doen, maar. 30 nu. Oh, mooi. Ze hebben nu 60 bij ons. Moet ik ook helpen? Ja, liefst. Ja, als je wilt, ja. Ik heb er al 30. Betaal je 5k, dus mag ook werken. Nee. Ik heb 30 bij. Ah, zo, oké, okay, leuk, Matthias. 90 dan. Taal. Maar als ik jullie zullen niet komen, denk ik, Matthias, maar niet, hè. Kun je die zo niet komen, denk ik. Hoeveel geven die Robin? Hoeveel? Ja, 450. 540. Op 540? Wat is hij nu? Dat verdienen wij de gast. Dan ga ik niet. Waar is hij nu? Hè? Huh? Waar is hij naartoe? Huh? Waar is hij nu gelopen? Ah, ja. Oh, oké, okay, ja, we kennen weg niet hier, sorry. Eerste keer dat ik kom. Ja, daarom, dat is erom, hè. Daarom. Maar oh, hier! Oh. Ik verkoop het. En nu krijgt hij geld. Nee. Ah, zo werkt dit. Min 1 met zakje. Oh, hoeveel krijg je? Even kijken, hoeveel krijg ik nu? Even kijken, hè. Hoeveel krijg ik nu? Ik krijg er helemaal niets. Per 30 zakjes 16k. Ongeveer. Hoeveel per zakje? Ah, ik krijg nu. Oké, ik krijg nu zwart geld. Kijk. Ik krijg nu zwart geld. Dat is helemaal een land, hoor. Kijk, dat zwart geldballetje, dat rood. Dat is allemaal zwart geld. We gaan nu sparen voor een boot en we gaan alles verkopen via het eiland. Daar is veel, veel voordelen hier. En we gaan ook proberen om mensen een metal te kopen. Dat ik van mensen koop. Ja, maar nu heeft Timmy mijn zwart geld, hè. Nu verkoopt Timmy mijn zwart geld. Ja, en ook wit wassen, ja. Alleen, of verkopen... Ja, doe maar alleen, maar ja... Ik weet het niet. Ik heb nu. Voor Space Momenteel, een mond zijn er 273. Ik genoeg hoor, geen wachtrij. Yo, Rocco. Er is geen wachtrij. Ja, we gaan voor een boot sparen. Ja, sowieso. We gaan sowieso voor een boot sparen. Ik ga dus mijn auto verkopen. Ik heb mijn auto gaan verkopen, sowieso. Mijn. Zeg het eens, mijn. Mercedes. Gaan verkopen, sowieso. Ja, dat is, klopt, maar dat is. Als je joint heb je 100k meteen, ja, dat klopt. Maar wel lekker veel zwart geld.
Heel goed. Kan je zometeen het zwart geld op teruggeven of kan dat niet? Dan even komt helemaal mijn zakjes natuurlijk. Hè. Welkom naar Glen en welkom zeker like. Tijdens hebben we nog maar één like doen, dames en heren, voor de 50. Dankjewel, zeer fijn. Echt heel goed dit hoor. Thanks. Ja, Peter, ja, dat is echt easy geld, ja, als je meteen een busje kan kopen. Daarom, meteen een busje kopen, ja. Yo, Jack. Of een bootje kopen. Oké, zeg eens nog, zeg eens nog. Even een nieuwe halen. Ah, maar die heeft zijn auto, hè. Maar ja, dingen, dat heeft ook een auto nodig hiervoor, hè. Ook een auto nodig. Dat is ook wel sad, hè. Ook een auto nodig. Nou, het is niet heel simpel. Ook een dikke off-road busje, maar joh. Is dat Timmy? Yo. Ja. Ga je het zwart geld hebben, hè? Ja, top. Een busje kost zo'n busje kost 55k, 55. En een boot kost, ja, dat is 140 of zoiets. Hé, hey, tot thanks. Maar ik even nog verkopen en dan kom je terug. Ja, is het. Ah, zijn andere busjes, maar het is kijk, het zijn andere wielen. Het zijn off-road busjes, off-road. En dan moet je echt hier kopen, denk ik, zo'n busjes. Denk dat wel. Dan moet je echt met geld hier een busje kopen. Denk ik hoor. Denk dat wel. Ik heb wel zo'n vermoeden dat je echt hier moet zo'n busje kopen. Denk ik, hè. Ik heb zo'n vermoeden dat zo moet. Wacht hoor. Wacht. Oké, wacht. Top. Jongens, steken flight tanks. We hebben nog maar één like nog namens neer voor de 50. Is goed. 5k naar 2025. Oké, 2025. 5k 2025. Gebeurt. Oké, 5k gekregen, is ook tevreden dan. Ik heb nu ook zwart geld. Ook nog wat witwassen. Dat is ook wel een ding, witwassen. Maar dat gaan we dan doen volgende stream dan. Timmy. Jij bedankt. Maar gaan we nu eens sparen voor een boot nu. Puur voor een boot sparen. Ik wil wel een auto, ja is goed. Alleen ik heb nog 10 zakjes. Kijk naar zwart geld dan. Kijk, 41k. Alleen momenteel nog. Maar ik weet niet hoe wit het gaat zijn. Hè. Ik weet niet hoe wit het gaat zijn. Dat is ook wel het moeilijke. Ik ga wel die 16k dan en dan de rest mocht jij. Ja, dat is goed alleen. Hoeveel kost een boot? Ik weet niet juist wat een boot kost. Ik heb net gehoord 140k voor een goede normale boot, hè. Maar ik heb niet veel in van zakjes, dat is wel sad eraan. Ik heb niet heel veel in. Maar het is wel een begin, hè. Het is een begin, dus. Ja. Op zich, als nu met Alain samenwerkt, blijft samenwerken. Als hij misschien ook als een geld naar mij kan geven, of zo. Een boot kost 150k, 150k kost een boot. Op zich, als we gaan witwassen, dan een auto ook, als ik mijn auto verkoop. Top. We gaan het zien. Maar dat is voor een ander stream. Oké, alles is op. Dan heb ik nu in totaal 46k. Dat is toch weinig, hè? Nou ja, op zich. Oh ja. Ik heb ook geen idee verhuisd veel is. Oké, daar komen 40k nu. Oh, nice. We kunnen dat kopen. Nice. En top. Ik ben klaar. Uit. Nu mag ik van voor zitten, Alain. Wat? Nu mag ik van voor gaan zitten. Ik heb een vraag. Heb je een appartement? Nee. Je zal een appartement nemen. Waarom? Anders kun je iedere keer je rijpen. Van 10k. Wat bedoel je? Je kunt ook... Maar rij maar verder hoor, want...
Wat is het? Ik kan huur betalen. Ja, maar waarom hebben we nodig een appartement? Hoezo? Voor je zwart geld daarin te steken. Je kunt dat niet gewoon in mijn inventory blijven houden als ik uitlog. Dat wel. Maar als je echt niet geript zou worden, moet je een appartement. Ja. Ja, voor nu gaat het wel, hè. Ja. Top. Fantastico. En wanneer gaan we dan dat geld overmaken dan? Morgen dan. Ja, dat gaat morgen zijn. Dat gaat morgen zijn dan. Gaan we naar Hels gaan, witwassen? Ja, is goed. Oké, zijn boot. Maar hij heeft zijn garage gestoken. Oh, daar is zijn boot. Hij is hier. Op kan hij een beetje boot rijden? Varen? Het is wel een chique boot, hoor. Oh. Dat is nu sterven, hè. Oké, ik ben eruit. Niet simpel hoor. Je zwart held aan de. Je zwart held aan de kant leggen. In de appa. Hupsa. Want als je doodgaat. Oké, rij maar naar huis. Nee, uw tank is wel bijna op. En hoeveel zou ik eigenlijk krijgen dan? Ik heb nu 6 WTK, hoeveel zou ik krijgen dan wit? Hoeveel is dat wit, denk je? Ik heb nu 16k. Timmy? Dat je gaat krijgen. Ja, ik heb nu 46k. Op 48k, hoeveel is dat? Of hoeveel krijg je? Wat is de. Wat is. Gewoon 25k voor hun. 25k? Ja, voor hun, de gangs. Of 40k of wat? Of hoeveel is 1k? Hoeveel is 1k zwart? Met wit? Gaan ze 25% af. Gaat eraf? Ja. Ah, oké. Okay. Oh, dat gaat nog dan. Maar alleen moet echt gaan samenwerken. Alleen dan gaan we een boot kopen en dan gaan we echt volop gaan. Echt volop. Ik doe dat ook met 3 vrienden. Ja, daarom. Ja, als je een bot komt, gaan we een bot komen. Ja, gaat niet anders. Procent. Jongens, ik afsluit. Ik ga even nog meer gaan, maar ik heb een stream afsluiten. Is dat goed? Yo, ja? Zal zeker. Dames en heren, ik ga stoppen, jongens. Ik moet gaan eten. Even kijken of we iemand kunnen gaan raiden, misschien. Eens kijken. Kunnen we iemand raiden? Even kijken of nog mensen live zijn. Ik denk het wel. Eens kijken wie dat we nog kunnen gaan raiden, hè. Ik vind het natuurlijk zeer belangrijk dat we kunnen gaan reden. Ik zie niet veel mensen live, hè. Echt zij tegenwoordig. Een aantal mensen live, echt triestig eigenlijk tegenwoordig. Maar ja, wat kun je eraan doen, hè? Deze gaan reden, ja, deze. Nee, toch niet. Alleen maar abonnees aan staan. Voor de rest, deze misschien dan, dat we kunnen reden. Nee. Niemand reden, jongens. Echt niemand live tegenwoordig. Nee. Oké. Okay. Dames en heren. Pezakjes verkopen bij Guy. Daar krijg je meer van. Nou, op zich voor jou. Ik weet niet goed. Ik wil ook gewoon. Ik kan kijken wat voor de eerste is. Ik kan gewoon een keer bekijken. Maar dat is voor de volgende stream. Dames en heren. Morgen misschien live met Orpie. Misschien morgen. Dus we gaan zien morgen. Komt helemaal goed. Dus ja. Tijdens kijken, jongens. Was heel leuk weer. Weer lang live geweest vandaag. Dus ja. Dames en heren. Graag kijken. En tot van zo'n tijd. Bye bye.